Damas y caballeros, bonvení a una inta de Savra na el webinar organizado de CMC junto con CDC y Centro de Dialización y nuestro hospital de Corsau para e charla y tema sumamente importante de maleza de NIR, pero específicamente trasplante de NIR. Nos honra con vuestra presencia naturalmente y nos agradecí para CMC que facilita el lugar y la organización. Entonces, nos está sumamente honrado también con la presencia de el experto que fue de Amsterdam, el centro de trasplante del hospital académico de Holanda en Amsterdam, que nos tiene fue año 1998 tratando íntimamente para bienestar de nuestros pacientes de NIR, específicamente para facilitar la parte de trasplante de NIR. Cada un experto también papia over de un tema que tiene que ver con trasplante, anto tiene posibilidad e ora e pasi pregunta nan ku gustosamente nan lo contesta, anto amilo fungi como vosso moderador e traduci camina meste traduci un che otro. Danke pa vosso presencia, anto goza di presentación. Mike introduci el jefe del departamento de maleza de NIR de Amsterdam, jefe del departamento de trasplante también, profesor Frans van Ittersum, internista nefrólogo. Profesor. Goedemorgen allemaal. Dankjewel, dokter Ayoubi. We zijn heel dankbaar dat we vandaag hier iets mogen vertellen over niertransplantaties en hoe we dat in Amsterdam doen. En wat dat voor u allemaal kan betekenen als uw nieren minder goed werken. We hebben allemaal mensen meegenomen die daar heel veel van afweten. En we gaan vandaag dingen vertellen over nieren. Als ze niet goed werken, wat dat betekent, wat je eraan kunt doen met niertransplantatie. En dat zullen met name professor Frederike Bemelman en dokter Neelke van der Weert doen. We gaan misschien ook een paar dingen vertellen die op Curaçao nog niet zo heel gebruikelijk zijn. Dus we gaan vertellen over het afstaan van een nier bij leven, donatie bij leven. Dat zal met name dokter Carlijn van der Pant doen. We gaan ook vertellen hoe het dan allemaal gaat als je een operatie moet ondergaan. Dr. Mirza Idu, de chirurg die veel niertransplantatieoperaties doet, is ook meegekomen om dat aan u uit te leggen. En tenslotte hebben we nog een ander onderwerp dat waarschijnlijk ook nog niet zo heel vaak op Curaçao voorkomt. En dat is voorlichting aan huis, voorlichting thuis, hoe het over slecht werkende nieren, over niertransplantatie, over dialyse en wat dat allemaal kan betekenen voor jezelf als je daar last van hebt, maar ook wat het kan betekenen voor de familie of voor je collega's op je werk. Nou, ik denk dat het een heel interessant programma is en we hopen dat u er veel van opsteekt en enthousiast over wordt. En zo enthousiast dat u er later ook weer vragen over kunt stellen aan de mensen in het ziekenhuis. Want die weten uiteindelijk ook heel veel van. En die kunnen ook weer ingaan op de vragen die u dan alsnog heeft. Ik denk dat we niet te lang moeten wachten, maar we moeten beginnen met het programma. Dank je wel. Dank u wel, professor van Ittersum. Nostra comincia con la prima charla. Mike introduci na bosnang professor Frederike Bemelman, internista nefrologo, ja pa hopi anya e persona di contatto cu nos tin tra intimamente cu ne na Amsterdam. Professor Bemelman. Dankjewel, dokter Ayoubi. Goedemorgen, bon bini, lieve luisteraars. Ook ik ben heel blij met de uitnodiging om vandaag wat te vertellen over het transplantatieprogramma. We hebben al meer dan 25 jaar werkt het Amsterdams Medisch Centrum samen met het Curaçao's Medisch Centrum. En we hebben al heel wat patiënten uit Curaçao weten te transplanteren. En in de volgende
presentatie, in de volgende lezing, zal ik en ook dokter Van der Weert iets vertellen, met name over de kandidaat die naar Nederland gaat om een niertransplantaat te ontvangen. Maar eerst zullen we iets zeggen wat er met je mis is als je nier het niet meer goed doet. En daarvoor geef ik het woord aan dokter Van der Weert. Internist en nefrologo. Ja, goedemorgen allemaal. Allereerst hartelijk dank dat ik op uw mooie eiland mag zijn. Ik geniet er heel erg van om hier te zijn en ook om de zon te hebben. Ik ga u wat vertellen over de volgende dia graag. Naar beneden. Ik ga u eerst wat vertellen over wat er eigenlijk gebeurt als je nier het niet meer goed doet. En daardoor is het eigenlijk even belangrijk, en wellicht is het misschien een herhaling en weet u het, maar anders is het altijd goed om daar even mee te beginnen wat de nier nou eigenlijk precies doet als de nier gezond is. Bij allerlei processen in het lichaam ontstaan afvalstoffen. En de nieren spelen eigenlijk de belangrijkste rol om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Gebeurt natuurlijk ook deels door de darmen met de ontlasting, maar de nieren zorgen ervoor dat met de urine de afvalstoffen verwijderd worden. Daarnaast speelt de nier ook een hele belangrijke rol in het instandhouding van de balans in de zouten, oftewel de mineraalhuishouding. Het zorgt ervoor dat de zouten die je bijvoorbeeld met de voeding binnenkrijgt, dat die verwijderd worden. En daardoor wordt ook de balans tussen het lichaamsvocht op peil gehouden. Als je minder gaat plassen en je blijft drinken, dan ga je vocht vasthouden. En dat kan je soms zien doordat er vocht in de benen ontstaat. De benen gaan opzwellen en er ontstaan putjes in. Of soms zie je het ook in het gezicht dat er vochtblazen onder de ogen ontstaan. Verder speelt de nier ook een hele belangrijke rol om te zorgen dat het bloed niet te zuur wordt. Als je nieren het niet meer goed doen, kan je het zuur niet meer goed uitplassen en wordt het bloed zuur. En dat is een probleem, want daar een heleboel processen in het lichaam die houden daar niet van. Verder speelt de nier ook een hele belangrijke rol in de opbouw van sterke botten. Voor sterke botten is vitamine D nodig. En vitamine D is hier op dit mooie zonnige eiland in overvloed, want vitamine D komt van de zon. Maar in het lichaam zijn een aantal processen nodig om dat vitamine D te activeren, zodat het zijn werk goed kan doen. En in die processen speelt de nier een hele belangrijke rol. Dus als je nieren het niet goed doen, heb je te weinig actief vitamine D en dat is slecht voor je botten. En je bent dan bijvoorbeeld gevoeliger om een bot te breken. En tot slot maakt de nier EPO. En EPO is een hormoon waardoor het lichaam rode bloedcellen aan gaat maken. Dus als de nieren het niet goed doen en je hebt te weinig EPO, dan krijg je bloedarmoede. En dat is ook een probleem wat veel nierpatiënten hebben. En veel nierpatiënten moeten zichzelf dan ook injecteren met EPO. De nier is dus een ontzettend belangrijk orgaan voor het lichaam. En hebben de meeste mensen goed functionerende nieren. En bij een jongvolwassene functioneren die nieren dan ook ongeveer voor 100%. Als je nieren het niet meer goed doen, en meestal is dat als de functie gedaald is tot onder de 10%, dan moet je dialyseren om een deel van de nierfunctie over te nemen. Maar belangrijk om te realiseren is dat die nierfunctie door dialyse nooit voor 100% wordt overgenomen. Met dialyse kan je zo ongeveer 15% van een normale nierfunctie halen, wat nog steeds heel erg weinig is. Als je nierfunctie slechter wordt, dan gaan de zaken minder goed functioneren en krijg je wat ik net heb verteld. Je krijgt makkelijker botbreuken, je krijgt bloedarmoede
en je zuurbasenbalans raakt verstoord. Je kan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld kalium, niet meer goed uitplassen. Maar ook hebben eigenlijk de meeste mensen voelen zich ontzettend moe en eigenlijk lamlendig bij een slechte nierfunctie. En met dialyse kan je dat dus allemaal wel een beetje herstellen, maar echt helemaal normaal wordt het niet. En een niertransplantatie is, als je het hebt over de functie van een nier, veel beter dan dialyseren. Want met een niertransplantatie, nou, het verschilt een beetje, maar meestal kan je toch wel een nierfunctie van zo'n 40% tot 50% halen. En soms nog wel hoger. En soms komt het echt heel dicht in de buurt van normaal functionerende nieren. En u ziet ook dat eigenlijk al die processen zoals bloedarmoede, botbreuken, hoog kalium, ja, dat zijn eigenlijk problemen die zie je niet of veel minder na een niertransplantatie. En vandaar dat wij echt denken dat een niertransplantatie, dat is ook bewezen, een betere optie is als het mogelijk is dan dialyse. Niertransplantatie maakt dat de meeste mensen zich fitter voelen, energieker. Voor veel mensen geldt ook dat ze met de niertransplantatie langer leven dan aan de dialyse. Dat is afhankelijk van een heleboel factoren en niet voor iedereen zo. En dat geldt vooral voor jonge patiënten aan de dialyse. Maar dat is natuurlijk een heel belangrijk voordeel. Wat voor alle patiënten geldt, jong of oud, is dat een niertransplantatie veel meer vrijheid geeft. Je bent niet gebonden aan dialyse. Het is makkelijker om sociaal goed te functioneren. Voor je werk is het makkelijker. Je kan makkelijker op vakantie gaan. En je houdt veel meer tijd over. Want voor veel patiënten is een dialysebehandeling voelt als een baan. Ik heb inmiddels gemerkt dat veel dialysepatiënten hier op de Antillen en hier op Curaçao werken naast de dialyse. En daar heb ik enorm veel bewondering voor. Maar ik hoor ook van heel veel patiënten dat na een niertransplantatie dat werken veel makkelijker gaat. En dat je ook niet hoeft te zeggen dat je dingen niet kan doen omdat je moet gaan dialyseren. Niet alleen voor het werk, maar ook voor het gezinsleven heeft het natuurlijk grote voordelen. De zorg voor je kinderen, kan er veel meer voor ze zijn. Of eventueel zorg voor je kleinkinderen. Wie komt er in aanmerking voor een niertransplantatie? Want helaas is het zo dat niet iedereen geschikt is om een niertransplantatie te krijgen. Je kan een niertransplantatie krijgen als je nierfunctie minder dan 15% is. Waarom is dat? Je moet na niertransplantatie ook medicijnen gebruiken en die hebben ook bijwerkingen. En we willen graag dat je het meeste effect van hebt van een niertransplantatie. En dan weten we dat dat is als die nierfunctie onder de 15% is. Verder moet je een ruime levensverwachting hebben van meer dan 2 jaar. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat kan je nooit eigenlijk van tevoren inschatten. Maar als je in hele slechte conditie bent aan de dialyse en eigenlijk behalve de dialyse, ja, eigenlijk verder helemaal niks meer kan, dan is de vraag of een niertransplantatie daarbij echt gaat helpen. Je mag geen kwaadaardige ziekte, dus kanker, hebben. Of dat recent hebben gehad. Nou hangt het er een klein beetje van af over wat voor type kanker je het hebt. Dus dat is altijd iets wat wij heel goed bekijken en wat je ook met je nefroloog moet overleggen. Je mag geen chronische infectie hebben of op het moment van de transplantatie mag je ook geen infectie hebben. Dus geen corona-infectie of geen infectie van je huidpoort of een buikvliesontsteking als je buikdialyse doet. En dat heeft ermee te maken dat je medicijnen tegen afstoting gaat gebruiken. En die kunnen infecties verergeren. En mijn collega professor Bemelman zal daar zo wat meer over vertellen. Je hartfunctie moet goed genoeg zijn. Dus de patiënten die een niertransplantatie willen krijgen moeten van tevoren altijd naar een cardioloog. Dus het hart moet gecontroleerd worden. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, we moeten zeker weten dat u heel precies kunt zijn met de medicijnen. En dat u echt heel strikt uw medicijnen na de transplantatie in gaat nemen. Want anders is de transplantatie gedoemd om te mislukken. Zoals u misschien weet, of misschien ook niet, zijn er eigenlijk 2 soorten donornieren die je kan krijgen. Een nier van een levende donor
En dat kan een familielid zijn, een broer of een zus of een kind of een van de ouders. Maar het kan ook een niet-familielid zijn. Bijvoorbeeld een goede vriend of een buurman of een collega. En aan de andere kant heb je donornier van een overleden persoon. Want niet iedereen heeft iemand in zijn omgeving die een nier kan afstaan. Het is natuurlijk fantastisch als u iemand in uw omgeving hebt die zegt: ik heb twee nieren, die doen het hartstikke goed, ik ben heel erg gezond en ik kan best een nier missen. Dat is natuurlijk ongeveer het grootste cadeau wat je kan krijgen. En ik kan me ook voorstellen dat als u nierpatiënt bent, dat u denkt: nou, ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil dat eigenlijk een gezond iemand niet aandoen. U moet zich goed realiseren dat we iemand die zijn nier aanbiedt heel erg strikt gaan keuren of het echt veilig is voor die persoon om een nier af te staan. Want we hebben er natuurlijk niks aan als iemand een nier afstaat en daarna zelf is een overgebleven nier een nierziekte krijgt. Dus we checken iemand helemaal of iemand echt gezond is en het geen probleem is om een nier af te staan. En mijn collega's komen daar zo nog op terug. Ook controleren we heel goed dat dat echt vrijwillig gebeurt. Dat iemand daar heel goed over nagedacht heeft. En dat het niet zo is dat er bijvoorbeeld een geldbedrag of iets tegenover staat. Want dat mag ook niet. Dat mag wettelijk ook niet. We bespreken heel goed met die persoon die zijn nier afstaat of ja, die persoon bereid is toch om het risico van een operatie aanvaarden. En verder is het toch belangrijk om goed te kijken of de bloedgroep passend is. Want soms is er een probleem met bloedgroepen waardoor een donor niet direct zijn nier aan een ontvanger kan geven. Een nier van een levende donor is dus ja, iets heel erg bijzonders. Maar ook een heel belangrijk iets, want we weten dat deze nieren qua kwaliteit in zijn algemeenheid beter zijn dan de nier van een overleden donor. En wat vooral heel belangrijk is, je kan de hele operatie plannen. Dus je weet van tevoren wanneer je naar Nederland gaat voor de transplantatie. En een nier van een overleden donor, ja, dat komt natuurlijk altijd onverwachts. De nier van overleden donoren worden uitgedeeld, zeg ik eventjes, door het Eurotransplantprogramma. En dat zijn een heleboel landen in Europa die eigenlijk samenwerken op het gebied van niertransplantatie. De kans is het grootst dat de nier van een overleden donor uit Nederland komt. Maar het kan ook zijn dat de nier uit België komt of uit Duitsland of uit Oostenrijk. En als we zo'n nier krijgen, want wij worden dan in Amsterdam gebeld, dan gaan we heel goed nadenken of we inderdaad dat een goede nier vinden en of we die ook geschikt vinden voor de ontvanger. En dan bellen we ook hier naar Curaçao, naar dokter Ayoubi of naar een van de collega's om te overleggen: vinden we dit een geschikte nier en is dit een geschikt moment? Is er een normaal programma waar iedereen aan meedoet. En er is ook een speciaal programma, we noemen dat het Oud voor Oud programma of het seniorenprogramma, waarbij nieren van oudere donoren naar oudere ontvangers gaat. En dat heeft ermee te maken dat we het liefst willen dat een nier bijvoorbeeld van een persoon van 70 jaar ook naar iemand, naar een ontvanger gaat van ongeveer 70 jaar en liever niet naar een ontvanger van 30 jaar die er bijvoorbeeld veel langer mee moet doen. Het grote voordeel als je mee kan doen met het seniorenprogramma is dat de wachttijd korter is. Wat is nou het beste moment om een nier te krijgen? Want ik zei u net al, het moet niet te vroeg zijn, maar eigenlijk liever ook niet te laat. Dat je al in een slechte conditie bent, dat het niet meer kan. Het beste moment zou eigenlijk zijn vlak voor de start van de dialyse. Maar ja, soms kan je dat niet van tevoren voorspellen. En het probleem is ook, zeker met nieren van overleden donoren, daar is een wachtlijst voor. En de wachttijd begint te tellen op het moment dat je begint met dialyse. Dus een nier krijgen vlak voor de dialyse, wat eigenlijk de allerbeste timing is, dat kan eigenlijk alleen als je een levende donor hebt, want dan heb je geen wachttijd.
Maar goed, het kan heel verschillend zijn wanneer het beste moment is. En voor sommige patiënten is het toch beter om eerst even te dialyseren en in betere conditie te komen. Of bijvoorbeeld, het kan nog niet omdat er eerst een probleem is met het hart wat opgelost moet worden. Of omdat iemand net een kwaadaardigheid kanker heeft gehad. En dan moet je soms toch even wachten en in de tussentijd dialyseren. Zoals mijn collega professor Bemelman net al zei, doen we het transatlantische programma, dus het transplantatieprogramma voor patiënten uit het Caribisch gebied, Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten, sinds ruim 20 jaar. En dat is natuurlijk best ingewikkeld, want de afstand is heel groot, 10 uur vliegen. En het liefst zouden we alle mogelijke kandidaten voor niertransplantatie eerst van tevoren even zien in Amsterdam, zodat we ze kunnen laten zien waar de afdeling is en hoe alles gaat. Maar ja, dat kan natuurlijk niet goed. Dus we bekijken de gegevens van de transplantatiekandidaat op afstand. Dus we krijgen brieven en die bekijken we goed en zo nodig overleggen we met de nefrologen hier. De transplantaties gebeuren allemaal in Amsterdam. En ook de levende donatie, dus als een gezond persoon een nier gaat afstaan, die operatie gebeurt ook in Amsterdam. Zoals ik al zei, het voordeel van zo'n levende donatie is dat je dat van tevoren helemaal kan plannen. En een nier van een overleden persoon, daarvoor heb je dus op de wachtlijst gestaan, ja, die komt vaak bij nacht en ontij. Dus dat moment is niet te voorspellen, waarbij we op het moment dat die nier er is bellen met dokter Ayoubi of een van de collega's, die vervolgens regelen dat de kandidaat eigenlijk op het eerstvolgende vliegtuig naar Amsterdam komt. En de KLM garandeert dat er voor deze patiënten, plus de begeleider die meegaat, altijd een stoel beschikbaar is. Ja, en dan zit u op een vlucht, 10 uur lang, spannend, naar Amsterdam. Misschien bent u er nog nooit geweest. Weet u dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. Dus dat is best een spannende tijd. Dat realiseren we ons heel goed. En er moet van alles in korte tijd gebeuren. Dus op het moment dat u op Schiphol landt, moet gewoon door de douane. Stapt u in de taxi en komt u direct naar het Amsterdam UMC toe. Maar dat is natuurlijk, dat is best een spannende periode. En we proberen u daar ook van tevoren zo goed mogelijk op voor te bereiden. En waarom dat allemaal zo snel mogelijk moet, is natuurlijk omdat we die nier zo kort mogelijk buiten het lichaam willen hebben. Dus als de nier uit het lichaam van de donor is, voordat het bij de ontvanger, voordat de ontvanger wordt geopereerd, die tijd moet zo kort mogelijk zijn. Daarbij worden we geholpen door dit wat u op het plaatje ziet, een soort gouden ei, zal ik het maar even noemen. Een soort speciale coolbox waarin de nier geplaatst wordt en waarin er continu vloeistof door die nier gaat om de kwaliteit van die nier, terwijl u in het vliegtuig zit, zo goed mogelijk te houden. En we kunnen zo die tijd, die kan wel zo tot maximaal 36 uur zijn. Maar hiervoor geldt echt, toch hoe eerder, hoe beter. Dus we hopen dat er altijd snel een vliegtuig beschikbaar is. Na de transplantatie blijft u een langere periode in Nederland. De transplantatie, de ziekenhuisopname, duurt gemiddeld gezien zo'n 10 tot 14 dagen. Soms ietsje korter en soms ietsje langer, maar hier kan u rekening mee houden. En dan bent u dus in het ziekenhuis en uw begeleider is in het hotel of in het appartement. En als u dan ontslagen wordt uit het ziekenhuis, gaat u ook naar het hotel of appartement en blijft u zo'n 2 tot 3 maanden in Nederland. En dat is best een spannende periode, want u bent in een land wat u misschien wel of niet kent. Misschien heeft u er familie, misschien niet. Het is veel kouder dan hier. Het is minder zonnig. Het is een grote stad, Amsterdam, zeker vergeleken met Willemstad hier. De Nederlandse cultuur is toch anders en sommige patiënten ervaren ook een taalbarrière, want papiament wordt niet door iedereen gesproken in Nederland. Dus dit is ook iets waar u zich wel toch op moet voorbereiden. Wij hebben in het Amsterdam UMC, en daar zijn we heel erg blij mee, hele nauwe banden met alle collega's hier, nefrologen. We e-mailen elkaar makkelijk bij problemen of we bellen elkaar op. En we hebben nu ook gezamenlijke besprekingen. Dus de banden zijn heel nauw, waardoor we de zorg voor u zo goed mogelijk kunnen stroomlijnen.
We hebben regelmatig besprekingen en congressen samen. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, zoals nu als wij een bezoek hier brengen, of dokter Ayoubi of een van zijn collega's komt naar Nederland toe, dat is heel belangrijk om die contacten goed te houden. Nou, hier ziet u in de grafiek de grootte van het transatlantische programma, waarbij u op de as, de horizontale as ziet u de verschillende jaren. En op de verticale as ziet u het aantal patiënten wat we getransplanteerd hebben. En dan ziet u de blauwe balkjes, die zijn voor Curaçao. En dan ziet u dat we zeker de afgelopen jaren gemiddeld gezien zo'n ongeveer 10 patiënten uit Curaçao hebben getransplanteerd. Vorig jaar ziet u een enorme dip en daar ziet u ook een coronavirusje boven, want dat is de oorzaak van die forse daling. We konden door corona veel minder transplanteren en met name voor de patiënten van Curaçao en Aruba was dat heel moeilijk. Dus hebben we een tijd lang niemand kunnen ontvangen voor transplantatie, tot onze grote spijt. Gelukkig zien we ook dat na het ernstigste coronajaar 2020, dat vorig jaar toch weer beter is gegaan. En we hebben in 2021 6 patiënten getransplanteerd. En nu zelfs in 2022, ik weet even niet het precieze getal, maar ik kan me zo 3 patiënten zeker herinneren die we nu al hebben getransplanteerd. En het is pas maart. Ik zei u al, als u moet wachten op een totdat er een nier van een overleden donor beschikbaar is, dan gaat die tijd tellen vanaf de eerste dag van de dialyse. En ook als er door medische omstandigheden u pas na een jaar als actief op de wachtlijst meegeteld gaat worden, dan heeft u, als u al een jaar dialyseert, dan telt die wachttijd van dat hele jaar mee. En natuurlijk een hele logische vraag die ik altijd krijg van patiënten is, ja, hoe lang moet ik wachten? En de wachttijd verschilt nogal tussen welke bloedgroep u heeft. En dan ziet u, en die wachttijd is ook heel variabel, want het is van heel veel factoren afhankelijk. Dus ik kan dat voor één patiënt niet precies zeggen. Maar gemiddeld gezien moet u rekenen dat de wachttijd voor zo tussen de 3,5 jaar zit voor de meest voorkomende bloedgroepen A. Bloedgroep O heeft een wat langere wachttijd. Dan moet u toch wel rekening houden met 4 jaar wachttijd. En als u deze grafiek ziet, dan denkt u, goh, bloedgroep AB, dat is de allerbeste bloedgroep, want dat heeft een hele korte wachttijd. Dat kan ook een hele korte wachttijd hebben, omdat die bloedgroep heel erg weinig voorkomt. Maar gemiddeld gezien moet ik toch wel zeggen dat bloedgroep AB ook wel zo rond de 3 jaar zit. Ik had u net al iets verteld over het seniorprogramma, het oud-voor-oud-programma. En dan is die wachttijd kan beduidend korter zijn. En zeker voor bloedgroep A kan die wachttijd ongeveer 1,5 jaar zijn. Dus dat scheelt heel erg, 1,5 jaar dialyseren of 3 jaar dialyseren. Dan wil ik nu voor het volgende gedeelte, wat gaat over de voorbereiding, heel graag het woord geven aan mijn collega professor Bemelman. En ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel, Nielke. Nou, als u denkt dat een transplantatie iets voor u is, dan moet u beginnen met praten. Praat met uw dokter erover. Praat met uw familieleden erover. Praat met uw kinderen. Praat met... mag ik even interpreteren? Hij moet verder met de dia waar u... Ja, hier. Dit is de goede dia. U kunt hem vanaf deze dia verder spelen. Dank u wel. Dus het begint met een goed gesprek. Hè? U zorgt dat u zoveel mogelijk informatie krijgt over die transplantatie. Want als u zelf goed voorbereid bent, hè, dan heeft u controle over de situatie. En dan weet u wat er speelt en wat er gaat gebeuren. En u kunt heel veel informatie vinden op het internet. Hè, maar de belangrijkste informatie vindt u ongetwijfeld bij patiënten die getransplanteerd zijn, maar ook bij uw behandelende dokter. Die behandelende dokters gaan allerlei onderzoek bij u doen of u wel goed genoeg bent voor transplantatie.
En als u daar allemaal voor geslaagd bent bij bij al die onderzoekingen, als u bij de cardioloog bent geweest en uw vaten zijn goed en u heeft geen infectie, dan kunt u op de lijst. Er zal met u een voorlichtingsgesprek geschieden waarop behandeld wordt waarom u getransplanteerd moet worden. En waarom u wel of niet in aanmerking komt voor transplantatie. Maar informatie is heel erg belangrijk. Na de transplantatie komt er nog een heel intensief traject. Want de transplantatie is eigenlijk pas het begin van een nieuw leven. U krijgt nieuwe medicijnen. U gaat zich anders voelen. Waarschijnlijk gaat u zich veel beter voelen. Er veranderen allerlei dingen in uw leven. Om te beginnen moet u medicijnen slikken die zorgen dat de nier niet wordt afgestoten. En in het begin is dat een aanzienlijke hoeveelheid. Het zijn 3 soorten medicijnen. Maar later na de transplantatie, dan worden dat minder medicijnen. Dan worden die medicijnen deels afgebouwd. U zult daar misschien bijwerkingen van hebben. Maar als u bijwerkingen heeft, bespreek het met uw dokter. Want uw dokter kan u dan misschien of net iets minders geven of een ander type medicijn wat net zo goed werkt en waar u misschien geen last van heeft. Maar die medicijnen die zijn ontzettend belangrijk om te zorgen dat het een succes wordt. U moet zorgen ook na de transplantatie dat u lichamelijk in goede conditie blijft. En u heeft natuurlijk uw nierfunctie is beter, dus u kunt misschien weer gaan sporten. En belangrijke sporten zijn zwemmen, dus altijd goed. Nou, dat lijkt me echt fantastisch als je hier op Curaçao kunt zwemmen. Maar wandelen is ook goed en fitness in de sportschool is ook een goede manier om fit te blijven. En je moet ook mentaal fit blijven. Dus zingen is een van de dingen die zorgt dat je mentaal heel fit blijft. Of piano spelen, spelletjes spelen. Dat is allemaal belangrijk om te zorgen dat die transplantatie, dat je daar alles uitsleept wat er uit te slepen valt. Daarnaast moet je een beetje voorzichtig leven. Je moet zorgen dat je geen infecties krijgt, want je gebruikt medicijnen voor de afweer. En het kan best zijn dat je sneller gevoelig bent voor blaasontsteking. Dus veel drinken is belangrijk. Goed, dat je goed uitplast. En soms gebruiken mensen ook nog cranberrysap of bepaalde crèmes om te zorgen dat je minder blaasontsteking krijgt. Nou, hoe is een getransplanteerde patiënt nou anders van een patiënt die niet getransplanteerd is? Nou, ten eerste gebruik je dus medicijnen voor de afweer. Dus je bent ietsje gevoeliger voor infecties en je bent ook ietsje gevoeliger om bepaalde vormen van kanker te krijgen. Dus daarvoor moet je altijd onder controle blijven. Je zult altijd medicijnen moeten gebruiken. Dat is iets, daar kom je niet vanaf zolang die nier functioneert. Maar in de loop der tijd, dat heb ik al gezegd, worden die hoeveelheid medicijnen veel minder. En je kunt je uitstekend voelen. Je kunt je eigenlijk met een transplantaat gezond voelen. Belangrijk is dat je je wel laat vaccineren. Want vaccinaties die leiden niet tot afstoting van je transplantaat. Maar daardoor heb je al wat extra afweer tegen bijvoorbeeld virussen die langskomen. Als je voor de transplantatie je laat vaccineren, dan zijn die vaccins effectiever. Dus je hebt liever voor de transplantatie een vaccinatie dan na de transplantatie. Want misschien doet het vaccin het dan helemaal niet meer.
Je kunt met een transplantaat heel goed reizen. En je moet je natuurlijk goed voorbereiden. Dus je moet vaccinaties hebben. Je moet natuurlijk je medicijnen meenemen. En ook je medicijnen in de handbagage van het vliegtuig. Je moet een beetje regels in acht nemen wat betreft hygiëne. Hè, maar je hebt vrijheid. Dat is iets wat je aan de dialyse niet hebt. Je kunt met een transplantaat ook heel goed een gezin stichten. Dit is een van mijn patiënten die in de loop der jaren 2 kinderen heeft gekregen op haar transplantaat. En je zal, als je zwanger bent, wel wat vaker voor controle moeten komen en het liefst in het ziekenhuis bevallen. In Nederland hebben we nog heel veel thuisbevallingen, maar een getransplanteerde patiënt laten we liefst in het ziekenhuis bevallen. Maar een zwangerschap is heel goed mogelijk. Dus hoe maken we tot een succes? Ten eerste, zorg dat je je medicijnen goed neemt. Hou de bloeddruk onder controle. En het suiker en het cholesterol moeten ook gecontroleerd worden. Je moet een beetje actief zijn. Gezonde leefstijl erop nahouden. Goed drinken. Infecties voorkomen. De dag plukken. En dan zal ik hier, voordat ik de laatste dia laat zien, nog de resultaten laten zien van de afgelopen jaren van ons transatlantisch programma. Oh. Hij pakt hem niet. Nou, hij pakt hem niet. Er is een plaatje weggevallen. Maar het komt erop neer dat het, als we de patiënten matchen voor de patiënten in Nederland qua leeftijd en geslacht, dat de resultaten heel goed zijn en dat de 10-jaars overleving van het transplantaat rond de 75% zit. Dus na 10 jaar heeft 75% van de mensen nog een werkend, goed functionerend transplantaat. En dat doen we met z'n allen, met u en met de dokters, met de verpleegkundigen. Want zo is het nu eenmaal, zoals Johan Cruijff zei, winnen doe je met z'n allen. Dank u wel. Masha danki, professor Bemelman. Siguiente, volgende spreker. Ta dokter Carlijn van der Pant, internista nefrologo tambe di Universidad Academico di Amsterdam. Goedemorgen. Wat mooi dat we hier mogen staan en over ons mooie werk mogen praten. Maar op het moment dat we het over niertransplantatie hebben, hebben we jullie ook nodig. Zowel de patiënten als wat de familie. En zoals jullie in het voorgaande praatje hoorden van mijn collega's over de ontvangers en de nierpatiënten, is het het mooiste als een nierpatiënt een nier van een levende donor kan krijgen. Maar wat makkelijk is dat om te zeggen. Een levende donatie is niet zomaar iets. En je vraagt niet zomaar iemand om je nier te geven om een beter leven te krijgen. Ik wil in dit stukje laten zien wat nierdonatie bij leven betekent en wat erbij komt kijken. En ik garandeer u, we gaan echt zorgen dat donoren goed gescreend worden en dat we goed voor ze zorgen. Want als we donoren gaan screenen en gaan zeggen dat we dingen door de vingers zien, van nou, dan hebben we in ieder geval een nier gegeven aan een nierpatiënt. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de donor een goed leven moet blijven houden en gezond blijft. Ik ga u wat cijfers laten zien van niertransplantaties in Nederland. Deze blauwe balken laten zien dat we de afgelopen jaren veel transplantaties hebben gedaan en dat het aantal wachtenden op de wachtlijst vrij hoog is. Dus we moeten nog steeds, ondanks dat we veel transplanteren, moeten we nog steeds heel veel mensen wachten op een nier van een overleden donor, dan wel een levende donor. De andere kant op.
De wachtlijst in Nederland, waar u ook aan deelneemt als u nierpatiënt bent, is bijna 900 in 2021. Dus dat zijn een heleboel mensen die wachten. En als we nu kijken naar het aantal transplantaties over de jaren heen, zien we heel duidelijk dat er ongeveer 900 gedaan worden in afgelopen jaar. Dat was het jaar daarvoor met corona, wat mijn collega Van der Weert al zei, duidelijk minder, waren het er 100 minder. En zien we dat de wachtlijst eigenlijk, of de totaal, een beetje gelijk is. Als we nou kijken hoeveel levende donoren we hebben en transplantaties van levende donatie, zitten we in Nederland over meer dan 50% van de nieren die getransplanteerd worden, is met een levende donor. Als we kijken naar de wereld, dan denk ik, doen we dat heel goed in Nederland. Want dan zijn we denk ik in de top 3 van het aantal levende donoren per 100.000 inwoners. Dus het is niet dat het zelden voorkomt en we doen echt heel veel werk daarmee. En dat is alleen maar heel erg mooi. Als we kijken naar wie kunnen er dan doneren, dat heeft collega Van der Weert ook al een beetje gezegd. Vroeger was het zeggen alleen maar familie. Maar dat is toch wel veranderd, omdat we steeds betere medicijnen hebben, betere screeningsmogelijkheden. En weten we ook dat de donoren van niet-familieleden ook gewoon het heel erg goed doen. En u ziet, familieleden kunnen broers, zussen, ouders, grootouders, tantes en dergelijke zijn. En niet-familieleden kunnen partners, vrienden, collega's zijn. En er zijn zelfs mensen die zo nobel zijn als levende donor, dat die zeggen, ik wil dit en ik heb eigenlijk niemand die ik ken die nierziek is, maar ik wil toch iemand van die lange wachtlijst helpen. En dat is een altruïstische of een anonieme donor. Dus gelukkig zijn er veel meer mogelijkheden om nieren te gebruiken van levende donoren. Maar nogmaals, ik heb gezegd, we gaan snijden eigenlijk in een gezond persoon. Dus dat is eigenlijk heel erg wat we niet geleerd hebben als dokters. Want als dokters zeggen we, je mag niet schaden. Dus we hebben kaders gezegd voor nierdonatie bij leven. Je moet gezond genoeg zijn. Het is een medisch niet nodige ingreep. En je gaat de rest van het leven met één nier door. En dat moet wel kunnen. En dan moeten we wel zien dat dat zo min mogelijk risico heeft dat u een nierprobleem gaat krijgen. Verder is het zo, wat collega Van der Weert al een beetje zegt, is dat we echt wel een wet orgaandonatie hebben gemaakt in Nederland. Waarbij we zeggen, een levende donor moet echt weten waar die aan toe is. En wilsbekwaam ouder dan 18 jaar, die moet heel duidelijk goedkeuring hebben gegeven dat we dit gaan doen, nadat alle informatie is gegeven. Het is vrijwillig, onbetaald en ontzettend belangrijk is dat we dat zeggen, is dat je mag je altijd terugtrekken als donor. Ook al ben je helemaal gescreend en is de operatie nog niet geweest, een donor moet vrijwillig kunnen zeggen dat het niet, dat hij toch niet wil of wel, maar we proberen daar echt iedereen goed in te begeleiden. Daarnaast moet het ook sociaal-maatschappelijk haalbaar zijn. Want als we een levende donor hier uit de setting halen van het werk, dan is het ontzettend belangrijk dat als die persoon gedoneerd heeft en die komt weer terug hier, dat hij niet zijn baan kwijt is. Want dat mag niet, want het moet niet zo zijn dat je een ander helpt en dat je daarmee in de problemen zit. Dus zowel naar het fysieke stuk kijken we, maar ook naar het sociaal, maatschappelijke en emotionele stuk. Daarnaast moeten we als dokters een goede kans van slagen hebben van de donatie, maar ook de transplantatie. En dat is waar mijn collega's het net over gehad hebben. We moeten wel weten dat het een succes zou kunnen worden. En als dat niet is, dan moeten we er niet aan beginnen. En omdat we het zo belangrijk vinden dat er een donorteam is en dat de donor in zijn of haar eigen traject zit, is het van belang dat de dokter die de nierpatiënt ziet niet de donor begeleidt. Dus onafhankelijke teams, een uitgebreide voorlichting en dit team beoordeelt of de donor geschikt is. En dat doen we aan de hand van landelijke richtlijnen die we in Nederland hebben afgesproken. En een belangrijke richtlijn waar we ons ook naar richten is een Engelse richtlijn die een heel document heeft over wat wel en niet nodig is voor een levende donor. En welke risico's wel en niet acceptabel zijn.
En heel veel mensen komen bij ons en die zeggen, ja, ik wil doneren als de nier maar past. Als die maar past bij mijn nierpatiënt, dan ben ik altijd een beetje streng. En dan zeg ik, u moet eerst weten waar u het over hebt en u moet goedgekeurd zijn. En daarna, of natuurlijk kijken we ook of het past, maar als u niet wil of als u niet gezond is, dan hebben we ook niks te praten over of het past. Verder is het zo, dat hoe gaat zo'n procedure nu van een nierdonor? Nou, wat wij in Amsterdam echt afspreken is dat de donor vrijwillig zich aanmeldt en dat de donor zich ook aanmeldt bij een donorteam. Daarvoor hebt u een e-mailadres hier in het CMC of wat we in Nederland hebben, hebben we een nierdonatie-e-mailadres en daar kunnen donoren zich aanmelden. Of bij de dokter die de nierpatiënt begeleidt en dan wordt u hier verder ook door de collega's aan een onafhankelijke dokter gekoppeld. En dat zal Scarlett vaak regelen. We kunnen tegenwoordig ook voorlichting online geven, zoals we dat in Nederland ook aan onze nieuwe donoren doen. We vragen u medische gegevens in te vullen en dan kunnen we een eerste blik hebben of het eventueel mogelijk zou zijn. Wat wij belangrijk vinden is dat iemand ook bedenktijd krijgt na de voorlichting. Dat hij zegt van nou, wil ik dit wel, voordat er een hele batterij aan onderzoeken op u los wordt gelaten. Als u dan die bedenktijd hebt doorgestaan en zegt van nou, ik sta daar nog steeds achter en het lijkt wel te kunnen, dan zullen we heel veel onderzoek doen. Onder andere bloed en urine, of u wel een goede nierfunctie hebt, of er geen eiwitlek is, of de bloeddruk goed is. We gaan een hartfilmpje maken en een foto van hart en longen. En een belangrijk ding is ook dat er een scan van de buik gemaakt wordt om te kijken of u wel twee nieren hebt. En hoe de aanleg van de bloedvaten is. Want dokter Idu moet wel weten welke kant er goed genoeg uit te halen is. En we laten de beste nier bij de donor achter. Dus we moeten goed kijken wat is de keuze van de nier. We hebben bij ons ook een gesprek met het maatschappelijk werk. Omdat ik al eerder zei dat sociaal-maatschappelijke stuk is ook belangrijk. We gaan bloed afnemen om te zien of het past. Als we dingen vinden in de screening, want als je gaat zoeken naar iets, kom je ook wel eens wat tegen. Vragen we nog wel eens een aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld de hartspecialist of van een bloedziektedokter. Maar we proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen. En het oordeel van geschiktheid is door het donorteam. En hier ziet u zo'n scan. En deze donor heeft twee nieren, dus dat kwam helemaal goed. Wanneer kan het nou echt niet? Als iemand toch een nierziekte blijkt te hebben. Want wat we hebben gehoord van dokter Van der Weert is dat je, hè, als je een nierziekte hebt, hoef je er niet altijd last van te hebben. Dus daar kijken we goed naar. Als de nierfunctie misschien te slecht is. Of als we vooraf al kunnen zeggen, u hebt zo'n hoge kans op het ontwikkelen van een nierziekte. U hebt uw twee eigen nieren hard nodig voor de toekomst. En dan moet u er niet één aan een ander geven. We kijken naar de bloeddruk. Als die niet goed gereguleerd is met één of twee middelen, dan zullen we zeggen dat u niet geschikt bent. Hetzelfde geldt als bij de ontvangers, dat er een kwaadaardigheid is. Dan kan dat ook niet. Eén, omdat je misschien nog behandelingen zelf moet hebben die misschien ook de nieren kunnen aantasten. Maar twee is dat het soms ook wel eens is dat je een kwaadaardigheid kan overtransplanteren naar degene aan wie u het geeft. En die krijgt afweermedicijnen. En dan, dus dat willen we ook niet hebben. Nou, soms komen we nierstenen tegen, suikerziekte. Overgewicht is echt een reden om niet te doneren. Dus we proberen te zeggen van ga onder een BMI, dat is van 30 te zitten. Omdat dat ook voor de operatie belangrijk is op risico's. Maar met name voor de toekomst met één nier, waarbij je met overgewicht kans hebt op hoge bloeddruk en suikerziekte. En dat wilden we nou proberen te voorkomen. En verder moet je mentaal wel stabiel zijn. Dus er kunnen drie manieren zijn waarop je een conclusie kunt trekken over de screening. Je bent gezond en gezond genoeg om een nier af te staan aan degene aan wie je dat wil. Het andere is dat je gezond bent, zoals je leeft, maar niet gezond genoeg om een nier af te staan. En er zijn ook mensen in de screening die denken dat ze gezond zijn, maar als we gaan screenen dat het toch niet zo is. Dus ja, dat kan ook voorkomen.
En het ander is gezond, gezond genoeg, maar het past niet. En dat is wat dokter Van der Weert ook al zei over de bloedgroep, dat het niet past of dat er antistoffen zijn. Nou, daar zal ik niet te diep op ingaan. Oh, sorry. Als we kijken, dan kunnen we zeggen, een donor met bloedgroep O kan eigenlijk aan alle ontvangers geven. Dus dat is mooi als je een donor O hebt, dan heb je geluk, want past het op bloedgroep. Het ander is antistoffen. Dus we kijken altijd van tevoren, doen we bloed van de ontvanger met de donor samen, om te kijken of dat elkaar niet bijt. Als dat bijt, dan mag je nooit transplanteren, want dan ben je na een dag of binnen een dag de nier kwijt. En we hadden gezegd dat het een goede kans van slagen moet zijn. Wat als het nou niet mogelijk is? Want dan heb je wel je donor waar je zo blij mee bent, maar het past niet. Nou, wat er dan kan, is dat we in Nederland een lijst hebben met allemaal mensen die dat probleem ook hebben. En wat we dan doen, is kijken of je misschien kan oversteken. En dan ga je niet aan je eigen donor ontvanger geven, maar geef je aan de ontvanger van een ander koppel. Maar dat de donor van het andere koppel geeft weer aan jouw ontvanger. Dat is een beetje gek. Het is anoniem, dus je blijft als koppeltje bij elkaar. Je weet niet wie het andere koppel is. En de operaties zullen op dezelfde dag gebeuren. Dus het is niet zo dat de ene donor zich terug kan trekken en de andere donor is al wel geopereerd. Dus daar hebben we kaders voor. Maar er zijn dus mogelijkheden als het niet past. En een ander iets is dat we ook tegenwoordig zelfs de bloedgroepbarrière toch kunnen doorbreken. En dat is wel intensiever, strenge voorwaarden, goede resultaten. Dus zoals het vroeger was, alleen maar passende bloedgroep en familie, zijn er nu veel meer mogelijkheden om toch tot een goed resultaat en een transplantatie te komen. Er is altijd een wachttijd voor de operatie. Dokter Idu vraagt altijd bij zijn planning heel veel dagen aan, maar we hebben beperkte OK-capaciteit, dus we moeten alles goed plannen. De planning is in overleg met de donor. De donor moet op dat moment vrij van zijn werk kunnen krijgen of dat het gezin geregeld is. En dan gaan we ook kijken of het mogelijk is om een operatie te plannen. 2 tot 3 weken van tevoren wordt er nog een laatste check gedaan in Nederland. Dus u moet al eerder komen. Voorbereidend gesprekken met ons en ons team en de anesthesist. En de operatie is op beide dagen. De risico's van de operatie ga ik niet heel erg op in, want dat zal dokter Idu zo doen. Maar het is een laag risico operatie. Maar nogmaals, het is medisch niet noodzakelijk voor de donor. Dus we moeten de risico's zo klein mogelijk maken en zorgen dat we daar goede voorbereidingen voor hebben. De opname is 2 tot 4 dagen. En als u het ziekenhuis uitgaat als donor, bent u zelfstandig, kan u uw boterham smeren, aankleden, douchen. Wel wat hulp bij het huishouden en de boodschappen. De meeste mensen zeggen dat ze nog wat vermoeidheidsklachten hebben, maar die zijn na 1 maand of 3 wel weer hersteld. Er is een litteken, dus je moet rustig aan doen met tillen om de littekens goed te herstellen. De nier die weggehaald wordt, die nog blijft zitten, die gaat altijd een beetje harder werken. Dus die compenseert nog een beetje dat hij zijn collega niet meer ziet. En het overgrote gedeelte van onze donoren voelt helemaal niks na 1 paar maanden van dat er een donatie is geweest. Er zijn geen medicijnen nodig omdat je gedoneerd hebt. En je kan en mag alles weer doen voor de donatie. En je kan zelfs na donatie zwanger worden. De nazorg bij ons is de eerste weken door de chirurg en bij onze verpleegkundig specialisten. En dan zal u hopelijk binnen 3 maanden, afhankelijk van hoe het gaat, weer terug hier naar uw warme eiland gaan. En dan moet u zich ieder jaar laten controleren. En dat zeggen we niet omdat u patiënt bent geworden, maar meer ter preventie. Om te zorgen dat als er suikerziekte optreedt, dat we dat snel kunnen oppakken. Dus het advies voor de lange termijn is ook met 2 nieren, maar met 1 nier zeker. Gezonde leefstijl, vermijden van medicijnen die uw nieren beschadigen. Bijvoorbeeld pijnstillers, die kunnen dat doen. Paracetamol mag heel prima. En verder jaarlijkse preventie. Dus nierdonatie bij leven is iets prachtigs. En zeker voor de ontvanger. En het moet wel goed gaan, dus we moeten ieder individu op zich beoordelen. Een eigen donorteam, laag risico ingreep
En de langetermijnresultaten zijn echt goed voor de donor, mits gezonde leefstijl en preventieve controles. Voor de nierpatiënt zijn er dus meerdere opties om de nier te vervangen. Transplantatie, hebt u gehoord, is de beste therapie als het allemaal mogelijk is. Een levende donor is echt een gouden medaille voor de nierpatiënt. Dus ik hoop dat ik u hiermee wat duidelijkheid heb kunnen geven over wat nierdonatie bij leven betekent. En ik hoop dat u met elkaar in de huiskamer het gesprek op gang kan blijven. En mocht u informatie hebben, meld u alstublieft of willen. Want als u zich meldt, betekent nog niet dat morgen uw nier er al uit is. En ik hoop dat ik dat heb kunnen laten zien. Dank u wel voor uw aandacht. Masha danki, dokter Van de Pant. Siguiente lector Lobira, nos cirujano vascular di Amsterdam, dokter Mirza Idu, con nos un gran honor di ting akinana. Dokter Idu. Goedemorgen allemaal. Dokter Ayubi, dank voor je introductie. En mooi dat ik op Curaçao een verhaal kan vertellen over de nierdonatie en transplantatie. En vooral de aspecten die rondom de operatie van belang zijn. Mijn collega's hebben net aan u al verteld dat de niertransplantatie eigenlijk de beste optie is als je nierfalen hebt. En moet ik wel zeggen, de niertransplantatie wordt toch wel geclassificeerd als een redelijk grote operatie. En van belang daarbij is eigenlijk dat je toch in een redelijk goede conditie en fit moet zijn om zo'n operatie te ondergaan. Want de operatie moet ook niet dermate groot zijn dat je ernstig beschadigd uit de operatie komt. Van belang om te beoordelen als iemand zo'n operatie kan ondergaan is ook het hart. Daar letten we op, want veel mensen met nierfalen hebben ook vaak ook problemen met hun hart. Dus dat is iets waar we extra aandacht aan besteden in de selectie van is iemand geschikt voor een niertransplantatie. Als je kijkt, een niertransplantatie plaatsen we in de buik en een van de basisprincipes is de buik toegankelijk om een niertransplantatieoperatie te ondergaan. Je ziet aan de linkerkant iemand met heel veel operaties in de buik en je kan verwachten als iemand zoveel littekens in de buik heeft, dan wordt het risico van de operatie eigenlijk groot. En dan kan je afvragen, is dit nou een te groot risico om zo'n transplantatie te ondergaan? En is die patiënt niet beter af met een dialyse? Dus dat is iets waar wij rekening houden als je iemand selecteert voor een niertransplantatie. De andere kant, aan de rechterkant, zie je iemand met grote kiestennieren. En dan heb je ook geen ruimte om het niertransplantaat in de buik te kunnen plaatsen. En bij zulke patiënten met zo'n grote kiestennier, dan halen we meestal één van die kiestennieren uit voor de operatie. Dan moet je eerst herstellen. Kan je later is er voldoende ruimte om het niertransplantaat in de buik te kunnen plaatsen. Een ander belangrijk punt om iemand goed te kunnen keuren voor een niertransplantatie zijn hoe zijn de bloedvaten. Voornamelijk de bloedvaten in de buik die naar uw benen gaan. Want op de bloedvaten die naar uw benen gaan, op die bloedvaten sluit je een niertransplantaat aan. En één aspect zijn de lyskatheters. Er worden veel lyskatheters gebruikt, maar het nadeel van de lyskatheters is dat je heel veel verlittekening krijgt in de aders van het bloedvat die boven de lies zitten. En dat zijn juist de aders die we nodig hebben om een niertransplantaat in te zetten. Dus probeer het zoveel mogelijk te vermijden en we maken altijd een onderzoek, een echo of een CT. Dus we brengen hem in beeld om te kijken, is het bloedvat goed genoeg om het niertransplantaat te kunnen aansluiten. Aan de andere kant, aan de rechterkant zie je iemand met veel aderverkalkingen. Dus je kan vooral mensen met nierfalen hebben een hogere kans om aderverkalking te krijgen dan mensen met vergelijkbare leeftijd. Maar als je heel veel aderverkalking hebt, kan het bloedvat dermate verkalkt zijn dat je niet op een veilige manier het niertransplantaat kan aansluiten. Het kan resulteren in dat het niertransplantaat toch te weinig bloed krijgt en te weinig bloed voor een niertransplantaat zal leiden tot een slecht functionerend niertransplantaat. Dus zijn dingen om goed op te letten in de selectie. Een ander punt waarop je let is eigenlijk hoe toegankelijk is de buik voor een niertransplantatie. Een ding wat, moet ik zeggen, wat we relatief hier vaak tegenkomen, is dat iemand veel te zwaar is. En in de
In de selectie hanteren we vaak een maat, dat heet een BMI. Dat is een beetje een verhouding tussen je lengte en je gewicht. En dan komt er een getal uit en dan gaan we met dat getal een afkapwaarde creëren. Maar het blijft een beetje een niet helemaal betrouwbaar getal. Want als je op het gele plaatje kijkt, zie je twee vrouwen afgebeeld. Beide hebben eigenlijk hetzelfde BMI. Maar eentje is voornamelijk dik over de buik, eentje voornamelijk over de benen. Die van de benen, dat zal die niertransplantatie verder niet zo'n punt zijn, want de buik is goed toegankelijk. Maar als je heel veel vet gelokaliseerd rondom de buik hebt, zoals het plaatje bij die meneer, dan is dat echt een probleem. Dan wordt de operatie te zwaar, het wordt een te grote wond gemaakt, veel meer kans op wondproblemen. Dus het herstel van zo'n operatie wordt dan wel erg zwaar. En dan adviseren we vaak maatregelen om dat te voorkomen. Dus denk aan afvallen, misschien gewichtsreducerende operaties, maagverkleining of dat soort dingen. Maar dat is allemaal bedoeld eigenlijk om het risico van de operatie en het herstel van de operatie vlotter te maken. Bij een niertransplantatie halen we een nier bij een donor uit en vervolgens gaat hij een paar uurtjes later weer bij de ontvanger. Maar een nier kan slecht zonder bloed. Als een nier een uur lang geen bloed krijgt, dan is hij eigenlijk niet meer te herstellen. Dus om te zorgen dat de nier goed functioneert, ook nadat hij een paar uren uit de circulatie is gegaan van de mens, moet je hem koud maken. En na de operatie wordt die koud gemaakt en dan gaan we hem bewaren. Dokter Van der Weert had het al over. Je hebt twee manieren. Je kan hem in een koelbox zetten of je zet hem op de machine. En eigenlijk komt het op neer. Vooral als de nieren lang uit het lichaam moeten blijven. Bijvoorbeeld de patiënten die uit Curaçao ingevlogen worden. Dan heb je er veel meer baat bij om de nieren op de machine te zetten. Maar als we een levende nierdonatie doen waar de nier uit is en binnen 2-3 uurtjes de nier weer bij de ontvanger in zit, dan maakt het niet zoveel uit en die nieren gaan gewoon op de koelbox. De operatie op zich, het is een operatie die onder algehele narcose moet. Het is niet een operatie die met de ruggenprik uit te voeren is. De nier wordt erbij gezet. De eigenlijke nieren, dus de nieren die ziek zijn, die blijven zitten. De nier komt in de onderbuik. Je gaat hem dus na de operatie gewoon kunnen voelen als een weerstand in de onderbuik. En meestal plaatsen we aan de rechterkant. En de reden daarvoor is dat de bloedvaten aan de rechterkant iets minder diep zitten dan links. Op zich maakt het niet heel veel uit tussen links en rechts. Als je naar de uitkomsten kijkt, hersteltijd, complicaties, maakt dat niet zoveel uit. Maar vaak kiezen we voor de rechterkant. En hier zie je op de tekening hoe het er een beetje uitziet. Dan, hoe ziet het uit na de operatie? Na de operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer. Is een soort verkoeverkamer, CQ Intensive Care. Blijf je een nachtje op de verkoeverkamer. En dan de volgende dag, de meeste mensen kunnen de volgende dag gewoon weer naar de verpleegafdeling. Deel van de mensen hebben een wonddrain. Dat is een extra slangetje die uit de wond komt. Soms is dat nog. We hebben even een blank uitgevallen beeld. Wacht even. Ga ik weer verder? Ja, hè? Ja, hier waren we gebleven. Dus soms heeft u na de operatie zo'n wonddrain. Dat is een slangetje die rondom de wond naar buiten komt. Dat is voor het overtollig wondvocht. Dat is niet altijd nodig. En belangrijk punt, je hebt als ontvanger een blaaskatheter. En ik heb hier een tekening van de blaaskatheter bijgezet, omdat het wel iets is wat veel ongemak geeft na de operatie. Je hoort er veel klachten over. We moeten hem een paar dagen laten zitten, 5 à 7 dagen, omdat die verbinding van de urineleider op de blaas voldoende tijd nodig heeft om te genezen. En dat is de reden waarom je een paar dagen in moet blijven. Als de blaaskatheter uitgaat, vooral bij mensen die langdurig niet geplast hebben, die zullen in het begin wel heel vaak naar de wc, vaak moeten plassen en in de loop van de tijd zie je dat de langzamerhand de blaas weer aanpast en mensen weer langere tijd hun urine kunnen ophouden.
De chirurgische complicaties na de operatie. Als eerste heb ik de hartproblemen opgenoemd. Het is, ja, noem het een chirurgisch probleem of een algemeen probleem. Dat is van belang, omdat mensen krijgen vaak veel vocht rondom de operatie. Hartproblemen in het verleden. Dus het heeft speciale aandacht. De kans op nabloedingen. In een deel van de gevallen kan dat alleen met een bloedtransfusie opgelost worden. In deel van de gevallen moet er iemand voor een tweede keer geopereerd worden. En de kans daarop is ongeveer, als je dat schat, rond de 5%. Dus 1 op de 20. En het komt voornamelijk voor bij de niertransplantaties die verricht worden met nieren van overleden donoren. Doorbloedingsproblemen van de transplantaat komt gelukkig niet zo vaak voor. Ik denk onder de 1%. Maar als je dat krijgt, is dat wel een ernstig probleem. Wondproblemen. En die ontstaan eigenlijk voornamelijk bij mensen die een hoog lichaamsgewicht hebben. Dus dat bedoel ik eigenlijk meestal als je boven de 100 kilo bent. Vernauwingen van de urineleider. We maken de urineleider van de getransplanteerde nier sluiten we aan op de blaas. Want dat geeft veel minder problemen dan als je twee urineleiders aan elkaar zet. Maar desondanks kan er soms een vernauwing optreden. Meestal komt dat voor bij mensen die een afstoting hebben meegemaakt. Gemiddeld kan je zeggen in 5% van de gevallen. En dan is het vaak nodig om een soort een zijuitgang te maken. Dus een slang om de nier te ontlasten. De helft van de gevallen is een slang verder voldoende. En in de helft van de gevallen moet je een paar weken later een tweede operatie ondergaan om die vernauwing te corrigeren. De leefregels, in principe na niertransplantatie heb je geen beperking qua lichamelijke inspanning. Omdat de nier onbeschermd in de onderbuik ligt, moet je wel oppassen met als je full contact sport van plan was uit te voeren. Dan moet de nier wel beschermd worden voor stoten van buiten. Nou, hoe kom je aan een nier? Dat hebben mijn collega's al verteld. Een overleden nier, van een overleden persoon of van een levende donor. Even in het kort, misschien hebben jullie in de media ook een en ander gehoord de laatste tijd. Een nier van een dier. Hier zie je een foto van in oktober waarbij de eerste nier van een genetisch gemanipuleerd varken was geplaatst. Daar zie je een foto van hoe de nier geplaatst was. Die is niet in de buik geplaatst, die was op de buik geplaatst. Zodanig dat ze dat konden beoordelen een paar dagen. Maar dit duurt nog jaren als het ooit wel. Dus dat is nu nog niet een serieus of een praktisch uitvoerbaar alternatief. Nu zal ik wat vertellen over de nierdonatieoperatie. Een dokter van de Pant heeft al eigenlijk verteld hoe ze mensen streng selecteert dat ze gezond zijn en gezond blijven na de nierdonatieoperatie. Dus je moet iemand uitselecteren dat ze de operatie met zo laag mogelijk risico gaan ondergaan. Onvergelijkbaar, kijk, elke operatie heeft een operatierisico. Hè? Als je kijkt naar, ja, je moet het toch zeggen, bij elke operatie bestaat er een kans op een probleem. Als je hier kijkt naar de kans op overlijden na een nierdonatieoperatie, is het heel klein. 3 op de 10.000 wordt er eigenlijk genoemd. En dat is vergelijkbaar met een blindedarmoperatie. Dat zit ook op 3 op de 10.000. Als je dat vergelijkt met een nierdonatie, met een nieroperatie die je uitneemt die niet voor donatie is, dus voor nierstenen of voor een tumor, dan is de kans daarop 260 op de 1000. Een veel grotere risico dan een nierdonatieoperatie. Dat is wel even iets om te weten hoe je daar tegenaan moet kijken. Voor de chirurg is van belang als we hier donor screenen van hoeveel operaties hebben, of wat voor operaties hebben zij in het verleden gehad. Enkele operaties heb ik hier genoemd die in mijn dagelijkse praktijk veel tegenkomen. Al deze operaties hier, een keizersnee, een galblaas, een blinde darm, dat zijn geen reden om iemand geen nierdonatieoperatie te kunnen doen. Dus ondanks dat iemand deze operaties gehad heeft, kan je toch veilig een nierdonatieoperatie uitvoeren. Grotere buikoperaties, dus mild- of darmoperaties, daar moeten we echt serieus naar kijken. Want dan kan het wel een reden zijn om iemand vooraf te keuren. En als iemand veel te zwaar is, dan is dat ook een discussiepunt. Niet zozeer voor de operatie, maar meer voor de lange termijn verwachtingen van de nierdonor. De bloedvaten zijn van belang. Hè? Het moet veilig genoeg zijn. De bloedvaten moeten veilig genoeg zijn om de nier uit te nemen.
En je moet de nier op een veilige manier kunnen implanteren. Daarom letten we extra op de bloedvaten als dat, hoe die aangelegd zijn. In de beeldvorming, in de analyse worden vaak, moet je een CT maken of beeldvorming krijgen van de nier. En vaak komen we toevalsbevindingen tegen. Hier zie je kiesten, dat zijn kleine vochtblaasjes. Of je ziet een klein niersteentje. In principe hebben we altijd de norm dat de donor achterblijft met de beste nier. Dus in dit geval, als je bijvoorbeeld kijkt naar het niertje met die steen, als de persoon dus lichamelijk of systemisch geen andere problemen heeft waarom die een hoge kans heeft op niersteenvorming, zullen we de nier nemen met, met het klein steentje. Hier de nierdonatieoperatie. Gebruikelijk en merendeel van de operaties gebeurt dat met een kijkoperatie. En meestal kiezen we voor de linker nier, omdat daar de bloed, als de nieren beiderzijds hetzelfde zijn qua bloedvaten, kiezen we vaak voor de linker nier, omdat de bloedvaten langer zijn. En die zijn makkelijker om in te zetten. En hier zie je de operatie. Gebeurt een kijkoperatie. Je krijgt een klein sneetje in de onderbuik om de nieren uit te nemen. Is ongeveer 7 centimeter groot. En dan 2 of 3 kleine gaatjes van rond de 1 centimeter voor de werkinstrumenten. En op deze manier wordt de nier uitgenomen. Het is een operatie van 1 uur of 3. Het is een operatie die onder algehele narcose plaatsvindt. De nierdonor heeft een blaaskatheter voor 1 dag. Die kan de volgende ochtend al uit bed. En meestal kunnen de mensen de 3e dag al naar huis. Je hebt sommige vroege vogels die al de 2e avond naar huis. Maar het grofweg gaat de 3e dag naar huis. Zo ziet het eruit. Zo ziet de operatie uit na nierdonatie. Een sneetje in de onderbuik en kleinere littekens. Van belang is, sommige mensen, we hadden een paar jaar geleden of een paar maanden geleden wensen van de donor. Bijvoorbeeld, meestal plaatsen we litteken rondom de navel. Ik weet dat er bij bepaalde mensen zeggen dat er een bepaalde ideeën zijn rondom de navel, willen ze geen sneetje rondom de navel en moest het erbuiten. Overleg het met de chirurg en dan kunnen we dat aanpassen om te kijken wat mogelijk is om binnen de, want het is toch al een heel bijzonder dat iemand een nierdonatie doet. Dus dan moeten we altijd aanpassen om te kijken dat we dat toch kunnen uitvoeren. Dus als je tattoos op de buik hebt, bespreek het altijd met de chirurg en dan kunnen we kijken of we daar aanpassen. Combinatie met andere operaties, gebruikelijk nee. Altijd behouden is hele kleine, maar gecombineerd met andere operaties is het meestal nee. Je hebt een blaaskatheter. Sommige mensen hebben zo'n probleem met die blaaskatheter. Dan kan je overwegen om het direct na de operatie uit te halen. Nou, dan bespreken we de voor- en nadelen daarvan. Sommige mensen willen een foto van hun nier, hebben ze heel veel waarde aan. Bespreek het met je chirurg en dan krijg je een foto van de nier. En Jehovah-getuigen, die willen vaak geen bloed of die mogen geen bloedtransfusies hebben rondom een operatie. Meestal in merendeel van de gevallen hebben we ook bij een nierdonatie en niertransplantatie geen bloed nodig. Maar bespreek het ook altijd met je behandelende dokters. De complicaties van de nierdonatie zijn heel laag. Blaasinfecties, het percentage is laag. Longinfecties, de percentages staan hier. Maar eigenlijk noem ik ze, de complicaties zijn laag. Meestal zijn het ongemakken na de operatie, pijn en misselijkheid. Dat zijn wel ongemakken die je hebt na de operatie. De lichamelijke conditie, hier zie je een beetje een voorbeeld. De eerste 2-3 weken na de operatie is de fysieke gesteldheid behoorlijk wat minder. En na een maand of 3 is hij eigenlijk weer terug op niveau. Dus het heeft even tijd voordat je weer op niveau bent. Hetzelfde geldt voor de pijn. Hier zie je een voorbeeld van eigenlijk de eerste 2 weken na de operatie heb je toch aardig wat pijn na de operatie. En dan wordt langzamer aan na een maand is het wat minder. En de vermoeidheid had dokter Van der Pand al genoemd. Na de operatie klagen er veel mensen over. En dat duurt een paar maanden voordat de vermoeidheid weer bijgetrokken is. De vragen hoor ik later nog. En dan geef ik het woord terug aan dokter Ayoubi. Dank u wel, dokter Idu. Even voordat we doorgaan. De vragen beginnen inderdaad binnen te komen. Ik pregunta na comisa 30.
no está contestando en la final, pero promete que presenta a señora Marion van Milgen, esta enfermera especialista en el área de trasplante. Mevrouw van Milgen. Goedemorgen. Ja, ook ik ben heel blij dat ik wat mag vertellen over het Nierteam aan Huis. Ik ben verpleegkundig coördinator van het Nierteam aan Huis. En ik zal proberen het kort te houden, maar er valt heel veel te vertellen over het Nierteam aan Huis. Misschien heeft u al eens een keer op de dialyseafdeling gehoord over het Nierteam aan Huis. En wat wij doen is voorlichting geven aan patiënten, maar met name ook aan het netwerk en het sociale netwerk van de nierpatiënten. Want wat we eigenlijk merken is dat het heel lastig is voor nierpatiënten met name om het eens te hebben over je nierziekte. Want als jij gezellig naar een verjaardag gaat of je bent aan het werk, dan heb je het eigenlijk niet zo gauw over je nierziekte. En als je een nierziekte hebt, dan kan dat soms vergaande consequenties hebben. Maar het jammere is soms dat je, als je bepaalde klachten hebt, bijvoorbeeld enorme vermoeidheid, wat we vaak horen, dat zie je eigenlijk niet aan de buitenkant van een dialysepatiënt of van een nierpatiënt in zijn algemeenheid. Dus als iemand eens aan je vraagt van, goh, hoe gaat het nou met je? En je zegt, nou, ik ben wel heel erg vermoeid, waardoor ik heel veel dingen niet meer kan. Wat we dan heel vaak horen, dat heel veel mensen dan zeggen, joh, Ik ben ook moe. Ga een avondje vroeg naar je bed en dan ben je er wel weer de volgende dag. Nou, als je een nierziekte hebt, dan is dat niet zo. Dan heb je een vermoeidheid die vergaande consequenties kan hebben en die ook heel veel impact kunnen hebben, waardoor je heel veel dingen moet gaan afschalen. Als mensen in je omgeving dat niet weten, omdat je het er nooit over hebt, is er ook geen begrip. Nou, wat wij als nierteam aan huis willen proberen, is samen met de patiënt eens kijken wie zijn er nou belangrijk in je omgeving, aan wie wij dat nou eens kunnen uitleggen. Hoe komt het nou dat je zo vermoeid bent? En hoe komt het nou dat je een nierziekte kunt ontwikkelen bijvoorbeeld? Nou, wat we dan hopen is dat je omgeving, je sociale netwerk, op basis van onze uitleg goed kunnen begrijpen wat dat voor jou inhoudt. En dat je netwerk je daarmee ook kan ondersteunen. Ze kunnen je ondersteunen bij de behandeling. Ze kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen als je een bepaald dieet moet volgen. En als mensen snappen wat dat voor jou betekent, kunnen ze je daarbij helpen. En wat we dan ook graag willen en wat we eigenlijk ook wel zien, dat we het gesprek wat makkelijker op gang gaan krijgen. Als wij die uitleg geven over wat houdt het nou in om nierfalen te hebben, wat houdt het nou in om te moeten dialyseren, dan hopen we dat mensen in de omgeving dat ook zo goed snappen en dat je het daar eens over kan hebben met je familie of met je vrienden of misschien wel op je werk. Wat we dan ook zien en wat we eigenlijk ook wel heel fijn vinden, dat uiteindelijk als wij die voorlichting geven, er zoveel gesprekken op gang komen dat mensen misschien ook wel eens gaan nadenken over nierdonatie, maar misschien ook wel over nierdonatie bij leven. Want als je het daarvoor nooit over hebt gehad, hebben mensen ook geen idee dat je misschien wel een nier zou kunnen geven bij leven. Nou, als wij die uitleg geven, dan zien we dat en het begrip enorm toeneemt. Mensen snappen echt wat betekent het nou voor je om 3 keer in de week naar de dialyse te moeten. Dat het heel zwaar is. En dat mensen jou in je omgeving daarbij kunnen ondersteunen. Maar wat we ook zien, dat er misschien wel een keus gemaakt wordt om samen met je familie te beslissen, goh, misschien kan ik inderdaad wel nierdonatie bij leven gaan krijgen. Nou, hoe gaat het dan in zijn werk? Want ook hier op Curaçao is al een nierteam aan huis begonnen. Uiteindelijk, de verpleegkundigen op de dialyse die weten van het bestaan van een nierteam aan huis, kan je het eens met je verpleegkundige of met je arts over hebben van, goh, hoe gaat het nou in zijn werk als ik gebruik wil maken van het nierteam aan huis? Want elke dialysepatiënt en eigenlijk elke nierpatiënt mag vragen om het nierteam aan huis. Nou, wat er dan gebeurt is dat je in contact wordt gebracht met het nierteam aan huis. En de naam Scarlett van Bellen is misschien al een naam die u al wel vaker gehoord zal hebben. Zij is met name ook degene die zich nu bezighoudt met het nierteam aan huis.
En dan wordt er een kennismakingsgesprek gepland samen met u. En dan komen we bij u thuis om eens te kijken wie bent u, wie zijn wij. We leggen wat extra uit over wat kan het niet in mijn huis voor u betekenen. En we willen eens aan u vragen, samen met uw partner bijvoorbeeld, wat wilt u nou eigenlijk met zo'n voorlichting? Wilt u het goed aan uw familie uitgelegd hebben wat dialyse bijvoorbeeld voor mij betekent? Of wilt u het misschien ook wel eens heel voorzichtig over transplantatie hebben? En juist omdat het zo'n moeilijk onderwerp is, gaan wij u daarbij helpen. Wat we dan ook doen tijdens zo'n kennismakingsgesprek, om samen met u eens te kijken, wanneer kunnen we nou zo'n voorlichting gaan plannen? En zo'n voorlichting duurt ongeveer, het hangt een beetje vanaf hoeveel onderwerpen eigenlijk besproken worden. In Nederland hebben wij een voorlichting die ongeveer 2,5 uur duurt. En ik begreep dat die hier iets korter is. Maar dat kunnen we samen met u gaan bekijken. Wat wilt u dat wij gaan uitleggen? En dan gaan we zo'n voorlichting samen met u plannen. Wie wilt u daarbij hebben? En dat kan variëren van misschien maar één iemand. Maar dat kan ook variëren dat u zegt, nou, ik wil eigenlijk wel mijn hele familie erbij hebben. En ik wil eigenlijk wel mijn vrienden erbij hebben. En misschien wilt u ook wel een werkgever bijvoorbeeld erbij hebben. Zodat hij snapt, hij of zij snapt ook wat het voor u betekent om überhaupt niervader te hebben. Als wij dan zo'n voorlichtingsgesprek hebben, dan vertellen wij iets over, in zijn algemeenheid iets over de anatomie van de nieren. Dus hoe werken de nieren bijvoorbeeld. We vertellen iets over hoe kun je een nierziekte krijgen. En we vertellen iets over hemodialyse, dus de verschillende behandelmethoden. We vertellen iets over hemodialyse, peritoneaal dialyse, transplantatie. En dan uiteindelijk vertellen we nog iets extra's over transplantatie bij leven. En wat we dus inderdaad dan merken, dat heel veel mensen in de omgeving van een nierpatiënt zeggen, nou, dit heb ik nooit geweten. Dat je bijvoorbeeld een vochtbeperking hebt als je naar de dialyse moet, of dat je zoveel medicijnen moet slikken. Of als je bijvoorbeeld ook hoge bloeddruk hebt, dat je voorzichtig moet zijn met zout bijvoorbeeld. Als je familie dat niet weet en die kookt lekker iedere avond voor je en die gooit veel zout in je eten, want die heeft geen idee dat zout zo belangrijk is om te minderen. Deze persoon is dan nu ook goed op de hoogte en kan je ondersteunen met je dieet bijvoorbeeld. Als zoiets aan de orde is, hebben we eigenlijk al een winstpunt dat je omgeving je kan ondersteunen in alle dingen rondom nierfalen heen. Dus of het nou een dieet is of dat je naar de dialyse moet, als je familie en je omgeving het weet, kunnen ze je ondersteunen. En dat is heel belangrijk. Als we dan uiteindelijk zo'n voorlichtingsgesprek hebben gedaan, en het feit dat we dat thuis doen en niet in het ziekenhuis, dat doen we bewust omdat je thuis niet aan tijden gebonden bent. Want in het ziekenhuis, nou, na een uur of zes, dan is er niet zoveel meer te beleven in het ziekenhuis op de polykliniek. En zijn alle polyklinieken gesloten. En overdag werken misschien heel veel mensen. Dus om die reden kunnen wij ook gewoon in de avond komen. We kunnen in de weekenden komen. Om maar in ieder geval te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die je bij die voorlichting wil, erbij kan hebben. En wat we dan uiteindelijk hopen, dat juist omdat we dat ook thuis doen en een veilige omgeving voor de patiënt is. Het ziekenhuis is een veel sterielere omgeving en dat is helemaal geen prettige omgeving. Daar wil je eigenlijk helemaal niet zijn. Dat is ook de reden dat we dat thuis doen. En dat we het ook op de manier doen zoals u dat prettig vindt. Als u zegt van nou, ik wil het met, ik heb zoveel mensen bij elkaar. Ik heb misschien wel 30 mensen die bij die voorlichting aanwezig willen zijn. Dat is helemaal prima. Als we één iemand erbij hebben, elke persoon die voor u aanwezig is bij de voorlichting is eigenlijk voor ons al winst. En daar zetten we op in. En eigenlijk is het zo dat als u zo'n voorlichtingstraject zou willen starten, geef het aan bij uw arts, geef het aan bij de dialyseverpleegkundige. Want eigenlijk is iedereen al op de hoogte dat een niet-in-man-huis eigenlijk al bestaat. En zoals wij het altijd doen, als we zo'n voorlichting hebben gegeven, dan is er na een week bijvoorbeeld, dan bellen wij de patiënt nog eens op van, goh, hoe heeft u de voorlichting ervaren? Heeft het veel losgemaakt? Kunnen we u nog ergens bij helpen? Zijn er nog veel vragen uit voortgekomen? En is dat zo, dan zou u eventueel ook nog een keer een extra gesprek met iemand die bij de voorlichting aanwezig was, een extra gesprek bij uw eigen nefroloog of bij de verpleegkundige op de poli kunnen plannen.
Nou, er valt nog veel meer te vertellen over het niertje in mijn huis. En ja, ik ben er heel enthousiast over. En ja, wij doen het in Nederland nu zo'n 4 jaar. En iedereen is eigenlijk heel blij dat wij ja, eigenlijk de schakel zijn tussen de patiënt en het sociale netwerk. En in ieder geval het ziek zijn, het hebben van een nierziekte, in ieder geval de gesprekken daarop kunnen bevorderen. En dan hebben we eigenlijk al een groot winstpunt. Dus ik hoop dat het niertje in mijn huis hier ook veel ingezet gaan worden. En nou, dank voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Van Milgen. Dames y caballeros, dames en heren, er zijn al wat vragen binnengekomen. We gaan het doen dus in twee talen, Papiaments Nederlands. En dan denk ik dat ik aan de hand van de vragen dus iemand of meerdere van jullie vraag om naar voren te komen, om die te beantwoorden. En ik vertaal daar waar het nodig is. Er is één vraag die binnen is gekomen waarvan ik denk dat ik die het beste kan beantwoorden. Ik denk dat we dan als met volgorde van wat binnen is gekomen. Dames y caballeros, nos voy a decir parte de pregunta nan. Promé que mi comisaki se mi que gradisí nos colega nan coabin fue ulanda para una charla nan aquí mi que gradisí naturalmente vos nan no pomira nan pero nos dos hoofdverpleegkundigen nan que da sintaki nan que sin nan ayuda y que scalet van bellen junto que team die Curaçao Medical Center nos porba di ayuda nos pacienten di dir mas mio posibel y naturalmente pasem se TDC que te dos centro nan di dialización que te ayudando pa nos potene e chalan aquí. By the way, er zijn zelfs volgers uit Nederland die hebben gereageerd. Dan zie je in de Hollanden via Facebook een reactie na. Maar je moet niet mis. Dank je, Emily, van Hollanden. Oké, juist. De eerste vraag. Er staat hier, hoe kan men de aderverkalking vermijden? Como evitar e calcificación of aderverkalking die nos aardunan con nos evita ese. Ik denk dat misschien professor Bemerman daar iets over wil vertellen. Ja hoor, dankjewel. Ja, hoe moet je aderverkalking vermijden? Nou, om te beginnen door gezond te leven. En zorgen dat je natuurlijk dat je enerzijds je cholesterol in je bloed druk goed is. En anderzijds ook zorgen dat je fosfaat niet te hoog wordt. En dat je je aan je dieet houdt. En te zorgen dat de kalk- en de fosfaathuishouding in je lichaam in balans is. En op die manier kun je proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Hè, maar als het je toch overkomt, dan is het niet per se je eigen schuld. Een van de belangrijkste dingen overigens is dat je niet moet roken. Roken geeft aderverkalking. En dat is eigenlijk een hele belangrijke oorzaak. Dus gooi die sigaretten weg. Stop met het roken. En op die manier kun je een groot gedeelte van de aderverkalking voorkomen. Dankjewel. Contesta lo siguiente. Dos factores dan que tienen un rol grande que ocasiona calcificación, calqui de nos ardo en un momento, pues prometemos que tengo una cita. Luego más de una, en dos lugares, nos tienen que usar la presión de sangre que es buena, y en tres lugares, es parte del team de nefrólogo, enfermero y dietista, nos tienen que usar la e balance entre calci e fosfat ding e sangue di e patient di nier, foral di e patient cota dialisa, che da ding un balance bon, pa no ting di mas, ni di e fosfat, ni di e calci, pa so junto e calci che fosfat ta deposita ding e ardunan. Che men di parte di e trattamento ta basa riba pression alto, parte di e trattamento ta basa riba
stopmento di un momento ante parte di trattamento tappa soru cu e balance entre calchi e fosfati den sangue di e pacienti nier of di dialysis ta den un combination of den un balance pan e no bai deposita den e arduna. Okay, de volgende vraag. Bom dia, mi nota comprender se gente não vacuna, não pode transplantar. De vraag is, klopt het dat iemand die niet is gevaccineerd, ik neem aan voor COVID, maar andere vaccinaties, niet kan transplanteren? Ik denk dat Neelke misschien, professor Van der Weert, wil antwoorden. Ja, dank u wel voor deze vraag. Want het is natuurlijk een hele belangrijke vraag, zeker op dit moment. We zeggen niet heel snel nee, het kan niet. En het begint altijd met goede uitleg waarom we het zo ontzettend belangrijk vinden dat u zich laat vaccineren voor de transplantatie als het gaat over COVID. Dat heeft ermee te maken dat als je het niet doet en je bedenkt na de transplantatie, nou, ik ga me alsnog laten vaccineren, dan werken de vaccins niet. Na de transplantatie, de eerste maanden, heeft het geen zin om je te vaccineren. Dus je moet het daarvoor doen. Het andere is, na de transplantatie, zoals we net ook verteld hebben, moet je medicijnen gaan gebruiken die je afweer verlagen. En dat maakt dat je heel gevoelig bent voor het oplopen van infecties, waaronder corona-infecties, maar ook dat infecties veel ernstiger gaan verlopen. En zelfs ook de coronavirus wat er nu is, hè, de Omicron-variant, waar veel mensen niet heel ziek van worden, na een transplantatie kan je er wel heel ziek van worden. En je kan ook zo ziek worden. We hebben patiënten in het begin van de coronacrisis hebben we verloren. Die zijn overleden vlak na de transplantatie door het coronavirus. Dus vandaar dat we het ontzettend belangrijk vinden om van tevoren gevaccineerd te worden. Dat betekent dat dat de vaccinaties werken. Want we weten, voor dialysepatiënten werken de vaccinaties goed. De bijwerkingen zijn te overzien. En de kans op een ernstige corona-infectie na de transplantatie, als je die medicijnen gebruikt, zijn gewoon heel klein. Dus ik zelf hou eigenlijk nooit van zeggen nee, het kan niet. Maar in dit geval, ja, eigenlijk moet je echt zorgen dat je goed gevaccineerd bent voordat je getransplanteerd wordt. En als je heel erg twijfels hebt van, ja, moet ik dat nou wel doen? Want er zijn heel veel mensen in mijn omgeving, ja, die worden helemaal niet zo ziek ervan. Of ik ken iemand die heeft wel een vaccinatie genomen en die is daar wel heel ziek van geworden. Ik begrijp die vragen heel goed, maar ga altijd naar je arts toe of naar je verpleegkundige om dat heel goed te bespreken en voor jou die afweging goed te maken. Maar antwoord, mijn advies is echt, laat je vaccineren voor de transplantatie. Dank je wel. Motivo ta cu den ultimo dos aenan e experiencia a demostrar lo siguiente. Esnan cu ahai un transplante ta hai remedico ta ba nan resistencia, nan weerstand, anto infectionan ta bira mucho más pio. E experiencia na Holanda per secano stambe non sa perde differente paciente di trasplante pa motivo con ai infezione di e COVID-19. Tanto è stanco a ser vacuna después con a trasplanta como è sunco no a vacuna at all. E se da dimostra cu si va trasplanta e vacuna cu bota recibi después di trasplante no ta tra mucho bon pa motivo di remedi nanco bota usando cu ta baja bo resistencia. Pero si ba vacuna prome cu bota transplanta, por ejemplo, den e fase cu bota dializa, e nan si e ciencia a demostra cu e vacuna nan ta funciona bon e ta protegebu después di transplante. Pues, pa e motivo ei, nos ta urgi turgende fuertemente pa si nan ke bai ser transplanta pa nan haia nan vacuna prome che trasplante. Un via mas, bo riesgo nanta sumamente grandi di fallece ribu intensive care. Despe di trasplante, si bo haia COVID, por ejemplo, anto e efectividad di e vacuna tabaja dramaticamente si bo vacuna después di trasplante, mientras si bo vacuna
romeku transplante na tempo e effectividad ta alto anto bota proteja di haya e covid infectie pisa si bonye una vez ku bota patient di ku bota transplanta. Dat is motivo e. De volgende vraag. Moet ik een dieet houden en medicijnen nemen wanneer ik een nier heb gedoneerd? Mi meste toma un mitin usa remedi nan of tene un dieta si ma bira donante en toma dona un nier? Ik denk dat dokter Van der Pant dit gaat beantwoorden. Dank u wel voor de vraag. Als wij van tevoren al weten dat u medicijnen moet gaan nemen omdat u een nier doneert, dan hadden we u niet goed mogen keuren als donor. Dus u moet echt goed gezond zijn en het is niet dat u medicijnen nodig hebt na de donatie. Als u uit het ziekenhuis komt, krijgt u wel wat pijnstillers mee en wat tabletten om de ontlasting op gang te houden. Maar dat is echt in het eerste begin om goed te kunnen herstellen. Maar daarna bent u al na een paar dagen, hoeft u geen medicijnen te gebruiken. Wat ik zei over dieet en over daarna, u hoeft geen speciaal dieet te gaan voeren. Echt niet, want uw nier die overblijft, geeft u voldoende nierfunctie om niet, wat dokter Van der Weert eerder zei, problemen met het zout te krijgen of met de bloedarmoede. Of met, dus nee, u hoeft geen speciaal dieet, maar wel een gezond dieet. Dus genoeg groenten, genoeg vezels en zorgen dat u goed voor uzelf zorgt. Dat is wat ik daarover kan zeggen. Ja, dankjewel. E contestata lo siguiente. Si botabata mester ta usando remedi promeca donación lo etim kuta kerbo kuta bisa kuboti magdi bira donante no lo ha permiti pabo bira donante. Es decir, bo mester ta un persona 100% bon di salud ku anteori non ma botavaro accepta como donante. Pasobra boket saru pa boketa bon después di e donación tambe. Es decir, bona mese usa niun remedi particular después, pasobo nota bota usan niun remedi particular pro me, fuera di kosnang pa un pari dia después di e donación, remedi nan pa dolo, remedi pa saru ku bota bai af. Normal, pa bono haimbo mesta primi, pero eseita pa un pari dia después di esei e remedi neita stop. Pues bueno, te usan ni un remedio después. Después tampoco, bueno, me se tiene ni un dieta particular por sobra en ir cubotín te tra completamente normal y te hace hasta trabajo extra de en ir anterior cu botatín. Pues en ir te tra más que suficiente para bueno, me se tiene ni un dieta particular, pero sí no está urgido de vivir una vida salud. Pues tenemos mes en lo cual está arreglando come y viva salud para tu gente, así bo deporte, solo por peso queda bon, etc. etc. Que men, bueno, tiene una dieta especial fuera de lo cual nos tur sa hoy en día qué significa come y viva salud. Volgende vraag. Vraag, ik wil niet vaccineren, wat nu? Ik denk dat het al min of meer is beantwoord, maar misschien wil nog iemand daarop voortborduren. Ik pregunta ta mi no que vacuna, qui cobor. Mag ik daar zelf ook even op antwoorden? E nos na Corsau tin yakaba dos punto di salida. E experiencia kuta tin na Holanda ku hopi mas tanto pacient ku ahanya COVID ora nan a transplantar e nos experiencia local ku nos a perde paciente ku tabata 100% bombon prome ku naia COVID paciente ku tabata transplantar años largo funcionando bombon ami a perde dos di e paciente e polo si ku nos tin aqui na CMC ta un tiki mas streng porta ku lo qual a ser bisa. Nosta bisa, si bo nota vacuna pa COVID, bo nota bina e lista di transplante, of e lista di espera pa bo se transplantar. Nos no che corre e riesgo
pabohaya hinka bomes de un problema serio mortal pa sobra e experiencia di nos iden exterior taku di tal forma kusi bohaya covid anto ba transplanta bo chance pa fallece ta extremadamente alto. Ik leg net uit dat wij het voordeel hebben van jullie ervaring in Nederland, die veel ruimer is de afgelopen 2 jaar, en de ervaringen lokaal van mijn eigen patiënten, waardoor wij patiënten hebben verloren die uitstekend gingen, zonder enig probleem, jarenlang, en die uiteindelijk toch overleden zijn aan de hand van de COVID-infectie als getransplanteerde patiënt. Ik denk dat de mortaliteit hier wel tegen de 80% is, als ik de paar patiënten dan die wij hebben gezien, die zijn overleden op de intensive care. Dus onze policy hier is, we zijn misschien wat strenger dan in Nederland, wij accepteren geen patiënten op de wachtlijst als zij niet volledig gevaccineerd en geboosterd zijn. Maar misschien willen jullie daar verder op voortborduren. Ja, ik ben het helemaal eens met dokter Ayoubi, dat het een heel groot risico is voor de patiënt dat hij ernstig ziek wordt met een transplantaat en een COVID-infectie. Aan de andere kant, als een patiënt al COVID gehad heeft, dus dan heeft hij al wat antistoffen, dan ligt het anders. Dan zou je wel in aanmerking kunnen komen om op die wachtlijst te komen. Dus het is of een vaccinatie of al een doorgemaakte COVID-infectie. En misschien dat dit beleid over een aantal maanden weer verandert. De variant COVID, coronavariant, die Omicron, lijkt toch veel minder ernstige ziekten te veroorzaken. Maar vooralsnog proberen we zo voorzichtig mogelijk te blijven in het belang van de patiënt. Ja, contesta a lo siguiente. Si bahaya COVID caba, e ori e situación ta cambia, ta como si fuera ba ser vacuna, e grupo e lopo bina remarca ainda pa transplante. Ciencia ta cambia, conocimiento ta cambia, si e siguiente tempo que lo bin demostra que a variante de COVID que tem atual está muito menos severo que o sun que danos duro e Delta, por exemplo, se a variante que bin depois está demostra que está menos forte, anteriori e policy of nos posição lopo bin cambia. Contrali também está que se bin variante atrobe forte, que a posição lo queda mesmo firme. Tempo e ciência lo guia-nos. Aha, dit is een interessante vraag. Kan ik niet naar Colombia om te transplanteren? En daar wil ik zelf daar iets over zeggen. En daar hebben we ervaring mee. E pregunta ta, mi no po bai transplantar na Colombia? E contesta ta facil, no, pa dos motivo. E pregunta ki abin na remarque 15, 20 anni passa a cabo, ta tin genter un investigation con nos i gobierno a hasi, tin dos motivo di con no. Motivo numero un ta, ku pa bohai un transplante na Colombia, mescos ku hoy en día, tur país, otro na mundo, pom está residente di e país. Si no, bom, no po pina remarque pa un transplante na Colombia. Se está, ora nos va piando di donación di post-mortal. Si bo cae un donación di bo partner, of bo amigo, of bo casa, in fact, un transplante na vida, teoreticamente bo por naturalmente hainé na Colombia, pero e punto ta, e control de suoi tre luna tabin seca nos. Anto pa nos porduna e controle adequadamente nos mesetin un relacion intimo cu un centro di trasplante e centro di trasplante cu ahasi e trasplante seca pacient. Paso si nos no por dil cu e
problema nang nos meste por recurrir na el centro di trasplante. Anto el centro di trasplante di Amsterdam, kuta un centro académico, nos tin un relación ya foi año 28 kune y nos conoce tur un lasto integrante y tur un lasto especialista al caso kun nos meste consulta po el problema actual di el paciente. Anto nos no tin un relación estrecho mescu otro especialista en otro país, ¿no? Anto francamente no tiene lógica de bai busca ese si no tiene un buen relación cava con un centro grande con hobby experiencia con nos paciente, ¿no? De casi 25 años. Het antwoord is als volgt in kwestie van de postmortale moet je een bewoner zijn van het land om in aanmerking te komen. Wij hebben geen Colombiaanse nationaliteit, we hebben de Nederlandse nationaliteit. Dus we komen sowieso niet in aanmerking voor postmortale transplantaties in andere landen. En ten tweede, als je het hebt over levende transplantaties, de nazorg is in handen van ons na 3 maanden, maar die nazorg kunnen wij enkel en alleen geven als wij de backing hebben van het transplantatiecentrum waar de transplantatie is geschied. En omdat wij al bijna 25 jaar ervaring en relatie hebben met Amsterdam, een van de grootste centra van Nederland, met veel ervaring met onze patiënten, is het niet logisch dat wij een ervaring gaan opbouwen met andere centra, terwijl wij precies weten voor welke complicatie, welke specialist wij kunnen benaderen in Amsterdam. De volgende vraag is, moet eerst een nier verwijderd worden om een donornier te krijgen? Ik denk dat dokter Idu dit gaat beantwoorden. Ik vraag dat mijn meeste zaken, om die nier naar voren, mij aan een transplante, een nier nobel? Dank voor uw vraag. Ik neem aan dat ik heb geconcludeerd dat u niertransplantatie operatie moet ondergaan. Als u twee zieke nieren heeft die niet functioneren, maar die een normale grootte hebben, dan is er voldoende ruimte om het nieuwe nier of de nieuwe niertransplantator bij te plaatsen. En dan is het niet nodig. Maakt de operatie ook onnodig groot om de eigen nier te verwijderen? De enigste reden waarom we het doen is als er geen ruimte in de buik is. Als iemand een grote kiestennieren heeft, dan is het een reden om het vooraf uit te halen. En een andere reden is als je zieke nier regelmatig te kampen heeft met infecties. Dan hebben we ook, maar dan heb je na de operatie, als je medicijnen krijgt om je afstoting af te remmen, heb je een hogere kans dat je veel infecties krijgt. Dat is ook de reden, kan een reden zijn. Maar het merendeel, als je normale nieren hebt of zieke nieren die niet meer functioneren, die geen infecties hebben en die niet te groot zijn, dan blijven ze gewoon zitten, maar de operatie wordt onnodig groot om die te verwijderen. Ik zag ook meteen ook de volgende vraag, voordat ik dit ga vertalen, is waarom kan, ik neem aan bij patiënten met kiestennieren, neem ik aan, waarom kan die twee operaties niet gelijk in één? Dus de kiestennier verwijderen en meteen de nieuwe nier erin en waarom moet het separaat? Ja, je kan het in theorie in één operatie doen, dus de kiestennieren eruit en dan in dezelfde operatie het niertransplantaat in. Maar er zijn een paar redenen, of ik zal een beetje de voor- en nadelen beschrijven. Het voordeel is dat de ontvanger maar 1 operatie krijgt. Hè. Je hoeft er niet 2 keer onder narcose. Het nadeel is wel dat er zo'n grote kiestennier is, maakt wel een behoorlijke wondoppervlakte in de buik. En dat moet je eerst doen voordat je het niertransplantaat inzet. Als je zo'n grote operatie eerst doet, heb je kans op bloedingen. En je begint dus aan een niertransplantatie op iemand die net misschien een grote bloeding heeft gehad bij de kiestenuitname. Dus de condities zijn niet ideaal om dan te beginnen met zo'n, moet ik zeggen, kostbaar product als een levende nier die je van een familielid hebt gekregen. Dus als je zo'n kostbaar product van een familie hebt gekregen, moet je het doen onder de best mogelijke omstandigheden en met een laag mogelijke risico. Dus dan moet je de risico van een kiestennier vooraf, die toch wel een behoorlijk risico is. En
Je bent dan toch 2 of 3 uurtjes kwijt om de kiezen hier uit te nemen. En ik had wat net al verteld, ik en een paar collega's, dat je de nier zo snel mogelijk in circulatie moet brengen. Want hoe langer de nier buiten circulatie is, hoe slechter het resultaat is. Dus dat zijn allemaal redenen waarom we de voorkeur hebben om het gescheiden te doen. Ondanks de logische vraag dat je het in 1 operatie wil doen. Ja. Contesta dat de doospregunta in de betaling 1, de doospregunta Maya. Pero kuta hacer contestar si bomes ni en anku no ta trabajando más no tiene un infección activo anto si na nota mucho grande por ejemplo de caso di quiste ni en anpota más grande mes pero den mayoría de otro enfermedad nan yas nos ni en anta bira más chiquito anteori bono mes te mexico bomes ni nan bo pohanya un ni novo de un parti e parti mas abau de barica cu nota stroba e ori e ci cu batim bo mes nienan che men bota laga bon mes nienan nanan luga a menos cu tin un infection cronico cu poduna problema despues di trasplante af a menos cu e nir e malese di nir de caso che quiste niren a occasiona nienan a sina grandi cu bono pohinca un nir novo simplemente pa sobra bono tin espacio pa pone en nir novo. De mes un contesta et avisa cu e hecho di con nota asi 2 operacion den 1, es decir, di con nota saca e quista nir anto de mes un session hinca en nir novo pa varios motivu e beneficio naturalmente ta cu botasi 1 operacion ta un biaso bo meste bai boi narcosa pero e problema nan kuta surgi es decir ku e operacion ta bai tarda mas tanto ante to tuma tempo ku e nir nobo ta keda pa fo di bo corpa che mendi e ta perde calidad pa ne nos tursa mas pronto bo pohinke e nir de barica e nir nobo ma mio che mendi si bo che saco un nir bieu un kiste nir ta durabo 3 ore adicional ku e nir nobo no adrente de bo corpa pero otro motivo taku e papo saca un quiste nir bo meste di un cicatriz mucho más grande cu tinku cura pro me e además di sei bota corre riesgo durante di operacion bo po perde basta sangre bo sotto un nir más grande mes che men e condicion fisico di e paciente e orita corre riesgo che men di pa baja tur riesgo just bo meste soro pa bo separa e 2 operacioni e dona tempo pa e corpo recupera despues cu basaca e nir grandi di quista. Hoe lang blijft de donor in Nederland? Quanto tempo e donante tingu queda na Holanda? Ik denk dat dokter Van der Pan dat gaat beantwoorden. De donor, meestal proberen we een aantal weken wel in Nederland te blijven om ook te zorgen dat als er toch een complicatie optreedt na de operatie, dat de chirurg die u geopereerd heeft in de buurt is en weet wat er gebeurd is en dat we u kunnen helpen met de eerste weken door te komen. Normaal gesproken zeggen we het liefst 3 maanden, maar ik begrijp dat dat voor heel veel donoren best ingewikkeld is om 4 of 3 maanden van huis te zijn. We zullen altijd, voordat u weggaat na een paar weken met de chirurg en wij nog een keer een laatste controle doen voordat u op het vliegtuig gaat weer naar huis. En een ander ding is dat na een operatie je een risico op trombose kan hebben. Dat risico is laag, maar een vliegreis daarbij is ook een risico op trombose. En we willen met z'n allen zo min mogelijk complicaties krijgen. Dus we moeten alle voorzichtigheid in acht nemen, waardoor we toch een aantal weken in Nederland wel het verzoek is. En het hangt er vanaf wat de situatie is, of dat 4 weken, 3 weken of 8 weken is, of misschien 12 weken. Dat is per individu bespreekbaar. Als uw partner bijvoorbeeld getransplanteerd wordt, ja, dan bent u met z'n tweeën wellicht wel die 3 maanden in Nederland totdat uw partner teruggaat. Dus het is per koppel kijken we wat wijsheid is en wat verstandig en veilig is. Basicamente è questa dieta corta un paar settimane giusto per essere sicuro che non ci sia nessuna complicazione
pero en cita un pareja o piviata guarda peori toch ora e paciente qua en ir mes tambe tabia peori nandos po bia pero basicamente un par di siman dos tres siman ta masco suficiente po boqueda na Holanda to después bo po bim back i maninabisa e controllan ta sigi se canos akinana. Dan heb ik denk ik een vraag die ik graag aan professor Van Ittersum wil vragen om die te beantwoorden. Want het is natuurlijk, religie speelt een rol in van alles. De vraag is, ik ben Jehovah's getuige, kan ik op de wachtlijst? Op de wachtlijst. Smita, testigo di Jehovah, mi po bairibe wachtlijst in aan jonier? Ik probeer altijd zoveel mogelijk mensen op de wachtlijst te krijgen. En het is dus ook in het verleden nagedacht hoe dat zou moeten met mensen die Jehovah getuigen zijn. En dat is natuurlijk lastiger, omdat bij een operatie en ook bij zo'n niertransplantatieoperatie kun je bloed verliezen. En dan zijn er dus ook omstandigheden dat je eigenlijk omwille bijvoorbeeld van het hart of omwille van zuurstoftekort van andere organen mensen een bloedtransfusie zou moeten geven. Dat is niet standaard, maar het is natuurlijk wel een complicatie die kan voorkomen. En ook een aantal jaar geleden heeft de Nederlandse Transplantatiestichting daar al over nagedacht en een mooi werkwijze beschreven hoe dat dan veilig kan als mensen Jehovah getuigen zijn. Dan moet je natuurlijk heel goed kijken dat ze ook niet zomaar zo'n ander probleem krijgen als je bloed verliest. Nou, en er zijn eventueel natuurlijk ook nog mogelijkheden, dat kunnen we ook met mensen bespreken, dat ze al in een eerder stadium bijvoorbeeld bloed afgeven, dat we dat bewaren en dat je dat dan eventueel zou kunnen gebruiken. En dus dat zijn een beetje de mogelijkheden. Dus het is zo dat als je Jehovah getuige bent, is het zeker niet zo dat je niet op de wachtlijst kunt. Maar het is natuurlijk een beetje lastiger omdat mensen verder weg vandaan moeten komen vanuit Curaçao. Ja. Basicamente, Bopo Bingriba e lista di espera como testigo di Jehova e Bopo un trasplante, però bo mesen e bon explicación ku tin riesgo nan durante di operación ku por obliga di ku bo tin ku bai toch considerati dona prodotto nan di sangue. Naturalmente na Holanda tin experiencia amplio e organizacion di país di Holanda kuta organisa pa question di transplante Nederlandse Transplantatie Stichting a binku un guia pa con handle e pregunta e i por com por guia e paciente e sua famiglia nan bon den e caso a chi pa evita putin problema durante di operacion cu por condusi na problema nan serio pa so vota perde sangue però basicamente por però e guia ta un tiki mas intensivo e eta demandi e professional nan. Ja, dokter, ik doe daarmee een adnia die algo. Ja, we hebben in het verleden inderdaad mensen getransplanteerd en nierdonoren gehad met Jehovah getuigers. We doen wel aanpassingen om dat, om dat mogelijk te maken. Het belangrijkste eerst is dat je vooraf met de persoon afspreekt wat de grenzen zijn. Want daar heb ik gemerkt in de loop van de tijd er verschillende mensen verschillende grenzen hebben. Van, is het alleen geen rode bloedcellen, maar mogen we wel stollingsfactoren geven? Mag je geen stollingsfactoren, mogen we wel kunst, namaak, biologische producten geven? Dus al die verschillende componenten van het bloed worden separaat besproken met de mensen. Van wat mag en wat mag niet. En dat verschilt per persoon. Dus dat spreek je met het chirurgisch team of je medisch team, spreek je dat af. En rondom de operatie doen we ook maatregelen die speciaal zijn voor Jehovah getuigen. Het bloed wordt afgezogen en het bloed wat je verliest, als het redelijk
een redelijk volume is, wat meestal niet zo is, geven we terug. Dat spreek je ook af met de mensen, vinden ze dat akkoord of niet. En dan bouw je een bepaald systeem op, waardoor het bloed altijd in contact is met die persoon en het bloed niet echt losgekoppeld wordt van het lichaam. Dus dan bouwen we een bepaald circuit op, waardoor je het toch mogelijk hebt om de operatie uit te doen. Dus al dit soort dingen spreken we vooraf met de mensen af. Questa tomatura precauzione è in chirurgico, papia di antemano con il paziente, toccante chi sì e chi no ti mag in questione di prodotto di sangue, sia prodotto di sangue naturale o sintetico, anche il team chirurgico in maniera specifica passare con sì in perdita di sangue substanziale, lo quale hopi bia danke dios nota e caso però si è so de cu e mes un sangre che da un circuito cu por duna e patient back si e sei mag ding e pensamento di e persona di e momento e pues ta toma tur precaution e ta discuti ture aspecto nan i possibilità nan di antemano gi spareterà cu maniera professor van Ettersem di Bopo bin sigur na remarche di trasplante ante team chirurgico tasoro patumature precautionan necessario. Dan heb ik een vraag die heel belangrijk en relevant is voor jou, Marjan. Men vraagt, mijn vader zegt dat ik een nier moet geven. Hoe kan ik nee zeggen? Mi tata abisami comitingu duna un nier. Komi pobisa no. Ja, dat is best heel lastig. En dat verschilt natuurlijk ook van persoon tot persoon. Maar daarom is het juist zo belangrijk dat je het erover gaat hebben. Dat je van elkaar je verwachtingen uitspreekt. Wat verwacht ik? Ja, als er een nier aan mij dat ik een nier nodig heb, dat je het met elkaar bespreekt in ieder geval. Wij als team kunnen niet beslissen voor een patiënt of je wel of niet een nier wilt accepteren, kunt accepteren van een familielid, maar heb het erover en maak het bespreekbaar. En dan kom je er misschien wel uit. En dat is het allerbelangrijkste, dat je met elkaar gaat praten. En wat er dan uiteindelijk uitkomt, of het wel of niet tot een donatie komt, het zou heel mooi zijn, maar heb het er met elkaar over. En ik denk dat Carlijn er ook nog iets over wil zeggen. Ik klaar het quattro. I papi quattro, sopra, ora botta habri quattro, i papi quattro, poi llega hopi leo. Teta è nucleo di inter e assunto, però mi dichiaro il dottor Van der Panta bij Anja di algo additional. Ja, ik denk dat dit een hele belangrijke vraag is, omdat het ook weergeeft wat er gebeurt als iemand nierpatiënt is en er om over transplantatie gepraat wordt. Dan worden er toch gekeken van, goh, wil jij... of, nou ja, je denkt van, ik doe het wel, maar eigenlijk wil ik het niet als donor je aanmelden. Het is en blijft altijd belangrijk dat een levende donor vrijwillig zich meldt bij het donorteam en dat er geen druk mag bestaan vanuit de omgeving. Dus bespreek dit met de dokters of met het donorteam. Ik vind druk ontoelaatbaar. Dan betekent het al dat het niet vrijwillig is. En het is natuurlijk best een groot traject van onderzoeken. En in iedere stap gaat het donorteam met de eventuele donor zeggen van, oké, sta je er nog achter? Wil je verder? Of we komen wel iets tegen of niet. Dus het is en blijft belangrijk dat niemand een nier moet doneren. Want als we daar lucht van krijgen, dan gaan wij er echt een stokje voor steken. Ook al past het, ook al is iemand gezond genoeg om een nier af te staan. Dus probeer het gesprek wat Marion van Meel gezegd te maken. Maar probeer ieder vrij te laten in wat hij of zij voor zichzelf wil. En dat mag je als ontvanger respecteren. En ik denk dat als nierpatiënt je al enorm blij mag zijn als er iemand gewoon het lef heeft om te zeggen, ik wil dit. Maar daarentegen moet het ook zo zijn dat iemand vrij moet zijn om te zeggen, ik wil dit niet. Dus ik hoop dat
we daar wat over hebben kunnen zeggen. Voordat ik het ga vertalen, kan ik ook vertalen of zeggen dat zodra jij als potentiële donor hebt geuit bij het nierdonatieteam dat je onder druk staat, dat het nierdonatieteam trucjes heeft om ervoor te zorgen dat het niet doorgaat zonder dat de druk op de donor komt? Ik denk je kan namelijk dat een aantal trucjes zelf verzinnen. Ja, maar en trucjes, we kunnen allemaal trucjes verzinnen. Maar we moeten ook wel respect naar elkaar blijven tonen en denk ik in open en eerlijkheid blijven communiceren. En ik denk dat het allerbelangrijkste is als iemand zich meldt en die zegt, ja, ik wil het toch eigenlijk niet, maar ik kan eigenlijk niet meer terug, dat we met de donor gaan kijken, wat heb jij nou nodig om dit met je omgeving te bespreken of met de betreffende patiënt. En ja, ik kan zeggen dat je nu te jong bent. Hè? Dat kan. Hè? Of dat je een te hoog risico op nierziekte hebt. Maar dat betekent soms ook dat je nooit meer kan in de toekomst. Hè? Dus als jij tegen je ontvanger hebt gezegd van ja, ik kan niet, want ik heb hoge bloeddruk. En je denkt later van ja, eigenlijk wil ik het misschien toch wel, want het duurt wel heel lang voordat die overleden donor neerkomt. En ik ga, ja, dan wordt het toch een beetje ingewikkeld. Dus ik hou nooit zo van liegen. Proberen het gesprek open te houden. Maar je moet als donor, denk ik, wel vrij kunnen zijn om te zeggen wat je iets wil of niet. En het donorteam is, denk ik, het team wat je daarbij kan helpen wat er nodig is. Punto ta ku naturalmente botin ku expressa. Kiko ta ku ta sucediendo rondi bo. Sitting pression of no. Botin ku expressa ese ku et team ku ta bezig kubo e donor team. Ante et donor team e filosofia ta pa toch ke da habri den communication e soru pa e deseo nan wardu bon comunica. Naturgende pa evita qualche conflitto. Anto pa cada individuo ta mira kiko ta mio maniera pa cana pa llega na lo qual abo como donante potencial che anto lo qual e gene na rondi bota exigidibo. Che mendi cominsa cu ta abri pa sobra ta inacceptable pa nos inacceptable cutin pression social, financiero, qualche tipo di pression, papo bira donante, seita e ponentia numero un, non mag ditin nion tipo di pression, expressabo mes, cu e team junto cubo, ta penso un strategia, cuta soro pa trucos queda den harmonia. Denk dat het voorlopig de laatste vraag is. We moeten door. Mi quiero agradecer na primer lugar nos invitado nan foi di Holanda e team di trasplante foi di Amsterdam. Mi quiero agradecer CMC, mi quiero agradecer CDC, mi quiero agradecer e team técnico e mi quiero agradecer Bosnan como e oyente nan i televidente nan la nostra semana sina che sta seguendo via webinar che via Facebook. Ma sha danki mes anto mi tegere ta ultimo palabra. Danki lui bel. E-mail di was un tipo sample bin bin bise was na ablif ah yes sì correttamente e-mail cu por ha si pregunta ne pa sobra nos mese stop però por si ha si pregunta ta e-mail cu llama transplantation@cmc.cv transplantation@cmc.cv uta e email kupoasi pregunta al caso toccante di trasplante e donation. Mas danki mes.
Nou, welkom Mario en Margret. Fijn dat jullie hier willen zijn om jullie ervaringen te delen met het Nierteam in huis. En ik zou aan jou willen vragen, Mario, als eerste. Zou je kort willen voorstellen wie je bent en wat je doet? Nou, ik ben Mario Lakenman, werkzaam als reclasseringswerker. En ik woon in Noord-Holland. Ik ben nu vanaf mijn vierde levensjaar ben ik nierpatiënt. Althans, toen is mijn nierziekte ontdekt. En sinds een jaar of vijf is mijn nierfunctie heel hard achteruit gegaan. En ik stond tot voor kort op de wachtlijst voor een transplantatie. Oké. Okay. Margret, wil jij ook iets vertellen? Ik ben de moeder van Mario. En ik woon in Grotebroek. Ik ben huisvrouw. Ik hou van wandelen, handwerken, nou ja, dat soort dingetjes. Mario, zoals je weet zijn wij 3 weken geleden jou de voorlichting gegeven van het Nierteam in huis. Mag ik je vragen, wat heeft je doen besluiten om überhaupt met het Nierteam aan huis in zee te gaan? Wat heeft je ertoe gebracht om ons in te schakelen? Nou ja, ik was op bezoek in het AMC, of Amsterdam UMC natuurlijk. Sinds kort. En toen werd me aangeboden van, toen werd me eigenlijk verteld, er is een Nierteam aan huis. Heb je daar interesse in? Ik heb de informatie mee naar huis genomen en ik heb eigenlijk toen direct al tegen de professor gezegd van, nou, ik sta er eigenlijk wel voor open. Want ik merk aan mezelf dat ik het niet altijd over mijn ziekte wil hebben. Voor mijn gevoel is het zo, als mijn ziekte niet bespreekbaar wordt, is het er ook voor mijn gevoel eigenlijk niet. En dat heeft me eigenlijk toen besluit om juist wel hieraan mee te werken. Omdat ik weet dat het voor mijn sociale netwerk ook belangrijk is om er toch wat meer van af te weten. Was ook meteen duidelijk wat het Nierteam in huis voor je zou kunnen betekenen? Ja, we hebben natuurlijk 3 weken geleden een informatiebijeenkomst gehad. Ik zelf vond het confronterend. Vooral het stukje dialyse, wat ik eigenlijk liever niet wil. Maar misschien toch zou moeten in de toekomst. Die informatie was voor mij wel heel goed om te horen. Heeft me aan het denken gezet. Maar mijn vriendinnen en mijn familie hebben eigenlijk ook niet door hoe ik me soms wel voel. En ik zie er op zich nog wel redelijk oké uit. Je kunt niet aan de buitenkant zien dat ik een ernstige ziekte heb. En hiermee creëer je toch eigenlijk wel wat begrip bij je sociale netwerk en familie. Dus het feit, want we zaten hier in deze zaal en er waren heel veel vriendinnen van jou en ook familie. Hè, en het Nierteam aan huis werkt ook voor het sociaal netwerk. Heeft het ook wel gebracht wat je daarvan had gehoopt? Nou, ik kreeg diezelfde avond eigenlijk al verschillende reacties van vriendinnen. Dat ze zeiden van, ik wist helemaal niet dat het zo ernstig was. En dat het bij jou zo zou spelen. Daar waren ze zich niet van bewust. Ja, en zij vonden het ook wel confronterend natuurlijk. Maar zijn ook onwijs blij dat ze dit hebben gehoord. En uiteindelijk is er ook naar mij toe meer begrip gekomen. Want ja, het is natuurlijk niet zo dat je nog maar alles kunt gaan doen zoals je gewend was. Soms moet je keuzes maken. En dat heb ik op die avond ook wel heel duidelijk naar mijn sociale netwerk kunnen uitspreken. Van welke keuzes maak ik nu en waarom maak ik die keuze? En is er ook nog verschil tussen jou en je partner bijvoorbeeld nadat wij geweest zijn en een voorlichting hebben gegeven? Niet veranderd, want de relatie is goed. Maar het is wel zo dat je over andere dingen nadenkt en dat ook weer met elkaar bespreekt. Dus ik denk dat het misschien wel, dat je relatie in dat opzicht weer een verdieping heeft en het misschien nog wel closer maakt. Omdat je toch ook nu het stukje dialyse, dat wilde ik ook niet met hem bespreken. Dat hield ik echt gewoon voor mezelf en dat moest diep weggestopt worden. En dat zijn dingen die je nu wel met elkaar kunt delen. En dat is mooi om dat met elkaar te hebben, want je hebt je partner wel nodig in dit proces. En voor jou, Margret, wat heeft het jou gebracht deze avond? Ja, nou weet je, je praat, net wat Mario zegt, je praat er niet echt over. En door middel van zo'n avond, ja, ik krijg toch wel weer een hele hoop antwoorden op wel weer dingen. Je gaat er toch wel over nadenken. Dus het brengt wel duidelijkheid. Ja, ik krijg wel goede antwoorden erop. En ook alweer dingen waarvan ik dacht van, dat weinig water drinken bijvoorbeeld. 1 flesje per 24 uur. Als je aan een dialyse zit. Nou, dat heb ik nooit geweten. Dat is eigenlijk helemaal niks natuurlijk. En dan moet je dan nog je medicijnen ook mee inslikken. De pillen die jij dan gebruikt. Ja. Dan blijft er niet zelf veel meer over. Nee.
Zou ik persoonlijk zou ik het verschrikkelijk vinden. Als jullie terugkijken op de avond, zou je het dan aan een andere nierpatiënt ook aanraden om gebruik te maken van het nierteam in huis? Zeker weten. Ja. Daar hoef ik niet over na te denken. Ja. Zeker. En je bereikt gelijk een flinke groep die dan eigenlijk van alles al... Ja, wat er ja precies. Ja, en inderdaad, een nierpatiënt kan ook natuurlijk vermoeidheidsklachten hebben. En te kampen hebben met verminderde energie. Dan heb je natuurlijk geen zin om iedere keer je hele verhaal te vertellen. Ja. En jij bent toch niet een type die dat... Continu. Nee, ze willen er eigenlijk helemaal niet over hebben. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor jullie openhartige gesprek. En Mario, ik ga het toch noemen. Je hebt 2 dagen geleden te horen gekregen dat je over 4 dagen getransplanteerd gaat worden. Je krijgt een nier van je moeder. En we willen jullie heel veel succes wensen. Alle sterkte en alle goeds voor de toekomst. En bedankt voor jullie medewerking. Jullie ook bedankt voor alles. Hè? Ja. Want, voor de goede uitleg. Ja, sowieso. Het wordt wel heel erg gewaardeerd wat jullie gedaan hebben. Absoluut. Dus jullie ook enorm bedankt. Ja.